I've spotted. Heel spannend. Ja. Welkom iedereen bij de Black Ops 4 Blackout Beta. De laatste dag. Met subs. Duo's met subs. Want ik vind squad gewoon niet chill. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om duo's te doen met subscribers. Dus mocht je een subscriber zijn, mocht je mee willen doen, stuur me even een PM op PSN. Dat je mee wil doen en dan komt alles goed. Ik weet niet hoeveel matches we gaan doen per keer. Dat ligt een beetje aan hoe lang de lengte is en de rest, zeg maar. We zullen het vanzelf wel zien hoeveel mensen mee willen doen en de rest. Tot nu toe in ieder geval tot 9 uur zal het in ieder geval met Koen zijn, want dan moet Koen vervolgens weg. Dus vandaar dat Koen nu ook gelijk aan de beurt is en daarna is Senna aan de beurt. Dus je zult sowieso even moeten wachten mocht je mee willen doen. Maar dat is de planning. Het is dus de laatste dag van de beta. Sad. Ik vind het een leuke game mode. Het is leuk om te spelen. Ook om te streamen, zo even casual erbij. Ik heb het vanmiddag al over gehad dat ik nu in principe voor 8 dagen ongeveer moet verzinnen wat ik wil gaan streamen. Omdat er niet echt iets nieuws is. Daarna is het weer echt vol op een drukke planning. Met nieuwe games en die achter elkaar allemaal uitkomen. En ook Black Ops 4. Dus vanaf dat moment zou ik ook meer weer Black Ops 4 dingen kunnen doen als opvulling. Naast natuurlijk Rainbow, want dat is altijd de go-to game die ik gebruik daarvoor. Maar ja, we zullen zien voor de komende 8 dagen. We moeten in ieder geval afscheid nemen dus van Black Ops. Jammer. Maar zo sad. Zo sad. En we hadden hetzelfde effect al bij multiplayer. Multiplayer miste ik ook echt zo hard. Omdat het zo chill was gewoon om even een multiplayer stream te starten. Gewoon als je even, ja, dat je gewoon zin in, zeg maar, lekker relax. Dat werkt er goed, maar ja. We hebben het allemaal overleefd, We moeten nog heel veel wachten op full game. Alles goed, joh. Waar gaan we landen, Koen? Wat, hey, dankjewel, Desley. Mag ik een yeet in de chat? En je mag hem ook wel in de stream, als je daar blij van wordt. Maar super bedankt, Desley, voor je 8 maanden resub. Lekker bezig. Waardevolle moderator. Daarheen? Oké, dan spring ik hier. Dat is een plek die komt maar redelijk bekend voor, Koen. Hoe kom je erbij om daar te gaan landen? Heb je dat eerder gezien? Ik ga er best wel vaak doen. Ga er ook naartoe? Ook. Hoe noem jij deze plek? Weet ik veel. Ah, oké. Nee, je noemt het niet zoals mijn ding? Oké, dan is het goed. Dan is positief. Gaat ook een beetje zes ver. Zes huizen. Oh. Zes huizen. Ja, wij noemen het iets anders. Allebei in hetzelfde huis. Ja, ik weet het. Ik heb een wapen, dus ik ga nou naar de buurt toe. Ik heb ook een wapen. Wop, door eruit heen. Maar ja, super bedankt Desley voor je resub, man. Awesome. Hallo Melanie, ook nog. Hallo, hoi, hoi. En wie hebben we nog meer? Bjorn is weer van de partij. Senna is er natuurlijk. Ik heb een suppressor. Ik ben de gelukkigste man op aarde momenteel. Ik weet niet waarom, ik vind de suppressor gewoon super chill in deze game. Ze spelen gewoon fijn. Ja, dat is gewoon. Mensen weten over het algemeen niet waar je vandaan schiet. En dat is super chill. En hallo Jesse ook nog natuurlijk. Ik mag niemand missen. Als ik iemands naam noem, moet ik ook iedereen noemen. Dat is wel een beetje een probleem. Hallo Soeran. Hallo Melanie dus. Senna, Bjorn, hoi hoi. Desley. Ik ben in mijn huis. Ben jij al helemaal dood? Oh, great. Ja, ik kom meteen finished. Ik heb alleen maar een pistool en komt iemand met een shotgun. Dat is niet zo best. Nee. Ja, klopt ja. Op PC is het loot ook anders. Je hebt echt een schermpje bovenin. Ik had dat gezien inderdaad. Ik heb een trophy system. Zal ik een trophy system naar zijn hoofd gooien? In het huis links van je. Ja, weet ik. Dat huis, daar zit ook iemand. Ja. Ik ga er toch een scope op gooien. Ik ben het een beetje raar. Ik gooi hier wel een scope op. Dan werkt hij net beter. Maar hier zit ook iemand toch, zei je? Daar voor mij niet, aan de andere kant wel. Hier werd jij toch neergeschoten? Huis. Nee, het andere huis. Zeker weten dat het andere huis... Ben jij weggerend dan, uit dit huis? Ja, ik ben uit dit huis weggerend, naar de overkant. Oh, ik dacht dat je hier nog was. Oh, ik dacht dat jij dit ging looten. Nee, dat heb ik dus niet gedaan, daarom. Nee. Ik ben hier gaan looten omdat jij hierin was. Ik denk, oké, dan ren ik wel weg. Dat vond ik wel zo eerlijk. Hadden we allebei dezelfde gedachten. Ja, dat schiet niet op. Communicatie, zeer belangrijk. Aan de overkant van dit huis. Ja, dat is zeker druk. Zat. Ja, nee, kijk. Waarschijnlijk is het nu al weg, maar... Nee, zo snel zijn mensen niet weg. Hé, hey, ik sta erbij.
Hij weet maar nooit, hè. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Die mensen kunnen wel samen, ik denk niet. Molotov, geen plek voor. Ik heb nog geen backpack. Dat is wel kut. Oh, dikke lijkstoot, joh. Fuck yeah. Ja, dat heb ik ook altijd net. Nou, zagen we iemand lopen. Ik denk dat dat die klotzak is. Weet je nog hoe die klotzak heet? Nee. Oké. Dat is minder. Mijn aim is faalloos. Oké, ik moet even inkomen vandaag. Ik heb alleen maar Tomb Raider gespeeld vandaag. Voor de rest heb ik de game niet aangeraakt, dus don't judge me. Oké, fijn. Nou had ik ook... Dat wapen is niet super chill op range. De recoil is een beetje all over the place. Dus we doen net alsof we dat niet hebben gezien. Oké, verder. Hey, hallo Julian ook nog. Komt er nog een Rage Let's Play voor je, dat je, voordat je Rage 2 gaat doen? Ja, is wel de planning, Zoran, om Rage nog te doen voor die tijd. Hallo Jendo. Welkom ook. Wat zei je, Koen? Sorry. Wat een dikke lag. Ja, dat ook trouwens. Blame it on the lag. Heel goed. Dankjewel, Koen, voor je hulp. Gewoon, wij hebben niks fout gedaan, alleen de lag. Precies. Ik had wel oprecht lag, dat zag je me. Ja, ik ook. Dat is het probleem. Kun je niet meedoen, Jesse? Nou ben ik sad. Waarom kun je niet meedoen? Was mijn yeet trouwens een beetje goed, Desley? Was jij daar tevreden mee? Was dat een reden... Wauw, ik flikker naast de boot. Tussen de boot en het schip en wal. Ik ben er niet gewond. Ik klim hier mooi boven. Ik ben eigenlijk nog nooit die boot op geweest. Weet je dat? Nee, Rage is ook een van mijn favoriete games, Zoro. Ik vind het echt awesome games. Ik kijk heel erg uit naar Rage 2. Dus die wil ik sowieso aan het voor gaan behandelen. Ja, tussen wal en schip, ja. Dat vind jij wel weer leuk, hè, man? Dat ik leid. Wee, bam, met mijn bakjes op de kade. Ik ga je honden verstoppen, ik ben bang. Nou. En het is alleen subs, hoi hoi. Nou, staat ook in de titel, duo's met subs. Wat is Rage voor een game? Rage is een game van Bethesda waarbij de wereld eigenlijk vergaan. Het is een beetje een soort Mad Max-achtig. Je rijdt rond. Wil je steeds gaan? Bovenin? Steeds? Goed? Dat is goed. Oké. Maar Rage is een soort Mad Max, maar qua dat je auto's hebt en je hebt ook allerlei guns erop en eigenlijk daar rij je mee rond. En voor de rest kun je gewoon loot. Het is een open world, free roam game met allerlei missies en vage shit. En het is wel cool. Het is echt leuk. Gewoon een leuke game. Ja, het is oprecht een leuke game. Met leuke mechanics erbij, met een boomerang en shit waar je mensen mee kunt hitten. En het is gewoon vet. Ik ben nice. Hier eigenlijk nog nooit geweest. Niet? Ik land heel erg beroerd. Maar dat komt goed. Ik ben ook zeker. Oké. Nou, ik ben zeker ook hype voor Days Gone. Toen een game week heel. Oké. Okay. Wat is dit? Dat is een Fast Mac. Leuk. Razor Wire. Oh, ik moet even inladen. Trauma Kitje. Nog een Fast Mac. Level 2 armor backpack. Level 1 armor. Een shotgun. Titan. Hey, Quintino. Welkom. Ik weet niet of hier meer mensen geland zijn. Heb jij mensen gezien? Volgens mij wel. Volgens mij niet bij dit huis. Oké. Relocation to indicated safe zone is advised. Map kitje. Ik heb een SMG, wil ik eigenlijk wel houden. Ja, ik heb het Cordite. Ik weet niet of ik er heel blij mee ben, maar... Ik heb geen Spitfire. Ik wil hem voor nu wel gebruiken. Geen Spitfire, maar Spitfire is leuk. Je doet prut heel snel. SMG. Ik heb hier nog iets leuks voor je. Daar doe je sowieso damage mee. Een rocket launcher. Wel. Hoe is die? Gaat helemaal goed hier. Ik hoop bij jullie ook allemaal. Nee, dat kan je niet mee vergelijken. Helemaal. Met Max niet, jawel. Je rijdt rond in auto's en je vecht met alles. En een beetje open wereld. Het heeft er wat van weg, Zoran. Come on. Dikke wasteland. Lijkt nog steeds.
Lijk je nog steeds? Ik heb nou niet echt last van lijk. Waarschijnlijk ligt het aan mij. Maar ik heb nou niet zoveel lijk, dus... Ik weet niet of het aan jou ligt. Het zal wel serverprobleem zijn, ik flikker er bijna van het hele gebouw af. In half week. Maar mij is het nou ook niet meer. Ik heb hier een Spitfire voor je aanbieding. Oh, met GTA, sorry. Ik had die niet meegekregen, excuus. Bjorn zei bijna met GTA, zelfs als GTA. Nee, daar is het niet mee te vergelijken. Ver. Ga die RPG droppen. Waarom? Dat is leuk. Yes, ik heb een backpack. Eindelijk. Level 2 armor, heb je dat al? Ja, heb ik al. Ja. Heb ik. Maar dankjewel. Sorry, Joran, had ik niet gezien dat hij dat zei. De saug. Het is voor armor. Maar zul je denken, waarom doe je een cordite weg? Dat is een P90. Ik weet niet, ik heb toch iets met de saug. Omdat ik waarschijnlijk zelf saug in deze game. Haha, wat een woordgrap. Maar in multiplayer leek hij mij in instantie heel erg kut. Daarna vond ik het echt het fijnste subi-wapen in multiplayer. Dus vandaar dat ik er nou wel graag mee speel. Ik heb alleen maar een Titan en een Maddox, weet ik veel. Heb je al een backpack? Ja. Oké. Oeh, waar is dit? Dat is een kut burst rifle. Die maar wel, is misschien beter dan een shotgun. Ah, het zal beter zijn dan een shotgun, I guess. Hoe is die scope? Ik heb alleen nog niks van attachments op mijn wapens. Dat heb ik dan wel weer, maar... Ik weet niet of wel. Ik heb alleen een extended mag. Ik heb wel meer dan dat, moet ik zeggen. Ik zoek nog steeds... Oh, de Mad Dogs. Lijkt iemand pakken in plaats van die burst. Mag wel. Level 1 armor. Hoe ver moeten we lopen voor de storm? Valt mee. Valt wel mee. Kan eigenlijk. Ben je nog beneden geweest in die parkeer of in die garage of niet? Lijkt op. Garage niet, volgens mij. Nee, ik zie het. Oh, dat is heel dom van jou geweest. Oh. Godverdomme. Ik zag me de pleurs. Ik wou die AK oppakken en ik hoorde opeens iemand lopen, dus ik was helemaal in paniek. Weet het nooit weer doen, Koen? Ik schrok me echt op kleur. Ik dacht dat jij daar liep ergens bij die fucking andere huis of zo in die richting. En ineens hoor ik iemand naast mij lopen. Dat was panisch. Nou. Ah, maar met mijn Max is wel mee te vergelijken, ben ik wel met je eens. Oké, fijn. Fijn, Soeran. Wij gingen lopen, hè? Kunnen we niet die quad pakken? Ja, we gaan wel lopen. Ja. Fuck it ook. We lopen wel. Wij zijn stoer. Ik heb geen idee waar die quad hier staat. Ja, die staat aan de weg. Dat is het andere gebied inlopen. Kan de bot ook meedoen? Nee, de bot kan niet meedoen. Hoe is Tomb Raider? Goed, Quintino's. Leuk game. Sorry, ik probeer op de chat te letten, maar ik moet ook op geluid letten en schrikken van Koen enzovoort, als die ineens voor mijn neus staat. En andere dingen. Ja. Zal vaak gebeuren. Ik doe mijn best, maar om op de chat te letten, ik wel dat. Maar ja, Tomb Raider op zich wel een leuke game. Het is gewoon Rise of Tomb Raider, maar dan op een andere locatie. Het heeft wel wat major dingen die ik niet chill vond en vrij frustrerend waren, maar op het algemeen was het wel een goede game. Ik heb hem met plezier doorgespeeld en uitgespeeld. Ik heb hier twee huisjes, ga ik even kijken. Ja, ik ben hier ook even een huisje aan het looten. Weet niet als we die mee gaan nemen dadelijk? Kan. Ik weet niet hoe handig dat is. Ja, dat weet ik ook niet. Oh, backpack had je al, hè? Ja. Weer Spitfire, nee. Wat heb je te doen? Wat een scope hebben. Oh, level 2 armor hadden we ook al. Hoe is Black Ops 4 om te spelen? Het speelt wel lekker, Bjorn. Leuk game. Vermakelijk. Ik hoor een voertuig. Ik hoor het ook. Ik zie hem ook rijden. Zuidwest 229. Die komt nou recht naar je toe. Ik hoor hem best goed. Die komt nou voorbij gereden. En die is weg. Die zie je niet meer. Ik wil dus huis in graag, denk. Oh, zombies boss fight in Blackout? Dat zou best kunnen trouwens. Die kant op. Wacht, wat lag hier nog? Laat het niks meer binnen. Nee, ik weet het. Hier lag een kwad trouwens, maar laat maar gewoon gelopen. Voor wat ik tot nu toe gespeeld heb, is het een leuke game. Is het ook zeker. Multiplayer was ook echt fantastisch. Ik vind multiplayer wel leuker dan Blackout. Ik zal het ook meer spelen, maar ik vind Blackout oprecht wel leuk om te doen. Het is leuk afwisseling ten opzichte van de game. En zitten er bij supply drop zombies? Nee. Je hebt daar heb je een dikke beam.
Dat houdt in dat daar de zombiebox is. Als je alle zombies killt, dan unlock die box. Zeg maar. Beetje het idee. Wil je nog een truck? Oh jezus. Ik ga je heel even. Oh, heel veel liggen, heel even snel de chat teruglezen. GTA dus, maar dat klopt niet, naar mijn mening. Days Gone ben ik ook super hyped voor. En dat was het wel, dacht ik. Heb ik voor de rest iets gemist? Ik zou even opletten. Het is zeker jammer dat er geen campaign is, mee eens. Rage steeds al op mijn bank met een apart potje, zo heb ik voor die game. Ik was ook heel blij dat hij uitkwam. Wat? Ja, sniper bij de train station ergens, toch? Ja, voor mij wel. Ja, die zit al verder rechts. Dat is achter ons. Ja, dat is bij de truck. Wil je die gaan pushen? Ja. Ik loop nou wat verder achter je, maar... Ja, nee, ik wacht ook. Eerst kijken of ik ze echt kan zien. Ik heb een Titan. Zou ik mij wel mee kunnen redden, hoop ik. Vast wel. Gewoon de rechter trigger in duwen en nooit meer loslaten. Ja, maar dan moet je wel reloaden, hè? Je hebt 100 kogels. Tegen die hebben we waarschijnlijk wel dood. Hallo, 75. Nito. Als je punt doet, dan komt het automatisch als URL, hè? Zo werkt dat. Daarom bent de bot af en toe ook wel voor. Nog een medkit, dat is chill. Of bent, daarom geeft mensen ook wel. Rodere mystery box, ga daar niet heen. Waarom gaan we daar niet heen? Domme Senna, nou wil ik naar die rode mystery box. Dat klinkt ook leuk, nee. Een scope. Ja, dat is drie timescope. Waarom mogen we. Het is wel drie keer. Senna, dan maak je mij zo benieuwd. Kom, we gaan een truck pakken en we gaan naar die rode beam toe. Oké. Voor ons, Nush. Deze mensen. Hij is not down. Ja, was een maatje dan. Dat is de vraag. Oh, zijn maatje is daar. Had je hem? Ja, nice. Goed zo. Lekker. Oké. Okay. Oh, ja, dat dacht ik wel vanaf de andere kant, vanaf binnen. Oh. Vanaf de train station. Ik ben bijna dood. Ja, voor ons. Komt ie? Ja. Ik ben dood. Not. Ja, ik hoorde hem omlopen. Maar hij is ook dood. Haha, ik heb 1 HP trouwens. Oh, ik heb wel een medkit. Ho! Ho! Hoe heb jij die kunnen overleven? Ja. Met 1 HP? I don't know. Ik gebruikte heel snel een medkit. Die jongen was instant dood en ik slide gewoon tussen alle nades door. Gewoon een baas. Ik heb geen Ik wilde het vissen naar medkit en ik kom er genaad. Oh, ik moet even leven, niet spectaten. Nee. Ik wil wel even weten met die jongen vandaan kwam. Het ging dat ik dat overleefd had, maar 1 HP was vrij netjes. Was toch een goede nade? Oh, hij kwam al via links gelopen. Ja, weet niet. Nee, ik ben level up. Eindelijk. Oké, eindelijk level 2. Ja. Nice. Die Silent, daar had ik dus graag naartoe gewild. Als ik dat eerder had geweten, Senna, dan waren we daar gelijk naartoe gegaan. Nou waren we dus in dat in de train dingen. Dat is echt een hellhole, naar mijn mening. En dankjewel, de middelen. Voor je follow. Ik hoorde alleen geen geluidje. Dat klopt, hè? Hoorden jullie wel een geluidje? Nou wel. Zal. Ik heb het nou zelf afgespeeld voor de duidelijkheid. Ik hoorde net geen oef. Whatever. Nou. Archimedes. Laten we kijken of nu wel... We gaan zeker nog met andere mensen, Bjorn. Ik wissel de hele tijd wel met subs. Maar voor nu is het puur even met Koen. Het ging net wel beter als eerder. Ja, die had een paar mooie kills. Ging goed. Ik weet ook niet hoe. Door mensen maar... gewoon af te knallen. Gewoon hoorde je het wel? Ben jij ook maar level 2? In te douwen. Ik heb een level 9. Oh ja, je had de dat Titan, hè? Ja, gewoon ingedrukt houden. Dat is hoe dat werkt. Ja. Doef. Dat werkt. Oh, een goede tip aan voor mij. Maar ik heb niemand Titan gekillt. Ja, dat is niet. Gewoon niet vertellen. Zijn er veel subs? Kan jij nog steeds R2 induwen?
Waar? Waar is mijn R2? Als je een ander wapen hebt, kan je nog steeds R2 in. Ja, oké, maar niet zo mooi als bij de toys. We gaan naar Zoo River Town. Lijkt mij. Ik had graag die boss fight willen zien. Goddammit, had het eerder gezegd. Zijn nou zegt het niet doen enzovoort. Niet naar die boss fight gaan. Maar ik wil het gewoon zien, omdat het cool is. Het is content, ja. Leuk. Voor op YouTube. Gewoon entertainment. Ja. Entertainment. Er komen sowieso meer mensen. Dat is gezellig. Oh, ik ga helemaal verkeerd. Ik ga naar een heel ander plekje toe. Kortom, jouw intel is ook niet correct. Want jouw intel is gebaseerd op waar jij bent en niet waar ik ben. Geweldig. Lekker bezig, Koen. Ik ben nu in het water geland. In het water nog wel. Ja. Er zijn hier wel mensen bij mij in de buurt, hoor ik. Waarom kan ik hier niet door het raam heen, King? I don't know. Ah, ik ga nu door. Wat is dit dan? Oh, hier werkt wel. Hey, trauma kit. Volgens mij was hier iemand binnen. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Ik heb alleen maar een backpack. Ah, motherfucker, hij zat achter mij. Ik hoorde hem niet. Ik hoorde een loodsdeur hier openen. Dit gebouw heeft een loodsdeur. Ik heb steeds geen wapen. Dat is leuk. Ja, ik had een wapen, maar ik liep juist er rond. Views, precies. Koen zijn coördinaten zijn coördinatie, denk ik, die meer bedoeld, is bagger. Dat klopt. Waar is Koen nu, baas? Ah, hij is wel in Rivertown uiteindelijk. Wauw. Ja. Poe. Ik heb alleen nog steeds geen wapen. Ik weet niet eens een wapen. Ik heb een wapen. Net call. Supply drop incoming. Ja, nee, ik snap je zo, dan geef ik niet. Op PC zitten mensen in de chat de hele tijd shit met Ligma te lullen. Ja, sowieso. Ik had een shotgun, maar. Ja, het maakt niet uit. Sowieso, die global chat is fucked op PC. Dat moet je niet doen. Je weet dat mensen daar misbruik van gaan maken. En, ja, dat is ook kut. Waarom doet u überhaupt global chat? Ja, snap ik ook niet. Global chat in een Battle Royale game? I don't know. Je hebt toch gewoon, waarschijnlijk heb je gewoon mensen waarmee je kan spelen. Tenzij ja, maar dan nog, hebt. Ook al heb ik geen mensen die ik mee kan spelen, zeg maar bij spreken, dan zit ik in solo. Dan hoef ik niet tegen andere mensen te zeggen, ja. Oké, ik ga nu naar Asylum, of zo weet ik veel. Wat wil je doen? Zeg je tegen anderen van, kom allemaal naar Asylum toe, gratis kill? Ik zie echt dat er niet van in. Ik snap echt niet wat je daarin wilt gaan typen. Gerelateerd aan de game, zeg maar. Laat me weer. Ja. Nou. Perfect landing skills. Okay. Even kijken waar we heen gaan. Dat is een goeie. Kies jij maar. Training time's over. Maak er iets leuks van. Ik weet niet wat goed is. Ik ook niet. Dus kies maar. Laten we maar daar weer heen gaan. Vond ik wel leuk. Vond ik wel leuk, zegt hij. Oké. Suran, Ligma is inderdaad een meme. Ligma en dan, wat is Ligma? Ligma Bulls. En dat is dan de humor van mensen.
Ik wil wel iets anders zeggen, maar dan maar mensen zeggen. Ik vind het echt voor een flauwe kut, hoor. Dat is echt, echt kleine kinderhumor. Dat is als wat, waarom steekt de beer de weg niet over en dan appel als antwoord. Daar liggen mensen ook helemaal dubbel van. Appel. Ja, gewoon iets randoms roepen in plaats van een fatsoenlijk antwoord. En dat vinden mensen, of kinderen dan helemaal gewoon. Nou. Nu komen er wel heel veel mensen aan. Ja. Waarschijnlijk ben ik meteen dood, maar... Nee. Nog niet, even ik ben iemand aan het slaan. Ik ben... en die meneer heeft nu een wapen. Oké. Ik kom, ik kom eraan. Ik heb een burst, dus ik kom me redden. Zit hij aan? Ja, hij zit nog aan. Hij mag redden. Hij moet... Komt hij? Ik heb één iemand knocked. Nog? Auw, achter mij ook iemand. Twee mensen. Oh. Oh nee. Nee, kutzooi. Oh, ik moest dat wapen hebben van hem. Ik pakte heel snel de wapen. Je had wel de goede gekild, volgens mij. Ik wilde net zijn wapen oppakken en toen kwam die andere gast hier. Dat was kut. Er liepen er twee. En ik had de andere. Zonder wapen. Die nee. Ja, houd er echt van als ik suffer. Of niet? Vind je ook aardig, Joep? Ja, maakt niet uit. You tried. Ik had gewoon geen wapen. Ik werd instant fucked. Weinig aan te doen, dat is het risico van een Battle Royale game. Als je daar niet tegen kunt, dan... Moet je het niet gaan spelen. Hoeveel XP moet ik nog? Ik moet nog 25 XP voor een level. Kortom, 15 kills in één potje halen en een win. En dan zitten we helemaal goed, denk ik. Gaat helemaal goed dan. Waarom hangt de game bij mij vast? Oh nee. Nou, dat is al... je ziet het nu pas. Ja, dat was inderdaad de Black Ops 2 map, Soeron. Goed bezig. Lekker wakker. Mm-hmm. Oh, goed opgelet. Wat is er met deze chat, Diego? Waar is... Dus, die chat is perfect, oké? Okay? Pest mijn chat niet, Diego. Anders ga ik je koeien omduwen, oké? Okay? Is perfect. Jongen, een dragement met deze. Moet ik weer naar een leuk plekje toe gaan? Ja, gaan we weer naar een leuk plekje wat? Toe. Wat lijkt leuk? Wat lijkt leuk? Niks. Echt niks lijkt leuk. Allemaal kut. Overal ga je dood. Precies. Behalve hier ergens zonder in. Daar komt niemand. Daar heb je de grootste kans, maar is ook geen loot. Daar gaan we niet in. Dat klopt. Ik zou zeggen daar gewoon nog een poging. Is goed. En dan niet bij hetzelfde ding. Hey Dennis. Goeiendag. Hoe is het in Bloodyborne? Alweer bossen verslagen. Kijk eens aan, Niels is er ook gelijk. Uit het niets. Dennis is er en Niels komt. Is toch ook al verdacht. Dit. Oh gek. Niet te koeien. Verdacht, ja. Je komt net thuis. Ja, ja, Niels. Dat zeggen ze allemaal. Kijk, als het nu van de verjaardag. Oké, nou, alsnog gefeliciteerd. Ik weet niet van wie het is, maar alsnog gefeliciteerd. Ik land wel tegenover jou. Ja, is goed. Ik dacht dat ik binnenlandde. Zoals het uit. Ik haal het net niet. Ik heb een sniperscope. Ik kan wel lopen. Nu nog iets wat erop past. Wat heb ik? Een tomahawk. Met een fucking burst wapen. Battle Lux. Okay, ik ben bij de spin. Geen wonder dat ik dat ding kon van die. Je moet ervoor in de zee springen. Ja, dat was dus wat ik bedoelde. Dat is Rom. Dat is Rom's spider. Als goed is weet je nog dat ik zei van... Dat je ergens bij een mannetje met een ding moest je iets apart doen. Daar had ik het over daar. Zonder echt expliciet te zijn wat je moest doen. Je moet inderdaad in de zee springen. Het is echt het grootste bullshit ooit. Maar doe maar. Hoe laat duurt de stream? Zolang wij zin hebben. Het ligt me net aan hoe iedereen zich gedraagt. Backpack. Dat is chill. Maar succes met de spin. De spin zelf is verder niet zo moeilijk, naar mijn mening. Dat is wat te doen. Level 3 armor. Of ja, weet ik veel. Level 3, daar is leuk. Ik moet nog steeds een fatsoenlijk wapen hebben. Zat jij nou in dat huis tussen ons in? Nee, ik zat tegenover jou. Oh, crap. Okay. Voor mij is hier niemand geland. Jawel, ik hoor mensen maar lopen. Altijd blijven opletten. Ja, ik ben er nou weer aan de overkant van jou. Hier zijn sowieso mensen, want ik zie tripmines. Oh. Dan zijn er wel mensen.
Ja, maar dan lig je nog een trauma kit in het midden van de... Daar mag iemand komen. Nah, wacht nog maar even. Ik heb een kut burst rifle, maar komt goed. Wat is dit voor wapen? Kan je ook squats? Dat is. Kan, Bjorn. Je kunt squats doen, maar ik vind squats wapen zelfs wel kut. Wapen is vast goed. Geen idee. Ik vind elk wapen goed. Ik neem even een trauma kitje in. Dit had ik nog niet geloot. Hij heeft wel leuke tripmines geplaatst, jongen. Jongen. Wat is dit voor wapen? Oh. Hij is naast mij, hij is hier naast mij. Wil je komen? Nee, hoeft nog niet. Hij zit nu op het dak, dus je kan opletten. Kijken. Sit rep. Die in je huis of in een huis naast je? In mijn huis zat hij. Maar ik heb nou een beter wapen. Ik heb dat ik kut burst. Ah, hij schiet op mij. Ja? Hij zit buiten. Voor jouw huis eigenlijk. Voor mijn huis? Hij komt nu mijn pushen. Via links. Ja, ik zie hem. Er zit ook in mijn huis. Oh? Er komt ook een aan de achterkant. Ben je langs? Ik heb het door. Mijn aim is impeccable, hadden we het net al over. Jan zit boven hier. Maar hij zit nu in het huis. Bij jou? Nee. Nee, daar. Maar hij zit daar bij het raam. Au. Ja, ik zie hem. Even hier. Ik ben echt scheef vandaag. Eén is knock. Hij moet we nou pushen naar boven. Ja, ik ben er, maar... Ja, push me. Ik denk dat... Het zie je überhaupt niet boven? Ja, ze zijn boven. Ja, ze zijn met tweeën. Ik heb er eentje nog. Come on, spring. Er is nog één. Waarom werkt het niet meer? Over het algemeen moet je kunnen springen en klimmen, dank u. Er is nog één in het huis. Andere is weer nocht. Ah, ik heb ze allebei. Nice. Ik had dus één van hun... Ik vind echt dat ze die tijd... Van nokken moeten ze echt aanpassen. Want deze jongen die was nu dus genokt door mij. En instant, in principe, met dat wij pushen, is hij ook al gerevived door zijn maatje. Dat is echt insane. Dat is echt belachelijk, hoe snel je gerevived wordt. Zullen we nadenken? Ik heb een keer twee scope. Heeft hij nog een boeiend wapen? Ja, ik pak even die sauwig, als je het niet vindt. Mijn bedwapen terug. Maar hier zit allemaal van die shit op die. Ja, het hier, die andere duurt is hier nog in links. Detach. Hey, backpack. Allemaal dingen op die ik wil hebben. Ik heb twee sniperscopes mee. Beetje overdreven misschien. Ben jij dat hij het raam op maakt? Of nee, dat gebeurt automatisch omdat het geschoten is. Het duurt nog even. Hier had je nog, hè? Ik weet niet wat hij had. Sniperscope. Is hij nog iets van een wapen? Nee. Deze duurt als een wapen. Een vapor, een elo, daar had ik me op. Elo had. Ah, elo, ja, die wil ik. Ja, toch maar. En ja, voor de rest had je de vapor. Ja. Als wapen zijn, hè. Ja, ik vind het goed. Even healen. Maar ik had hem, ik heb die lui echt tyfus had gehit met die burst rifle, continu, maar... Het was niet genoeg, zeg maar. Dat wil ik tenminste doen. Dan ga ik nou verder weer terug naar mijn huis om te looten. Ik zat best wel irritant tussenin eigenlijk. Ja, klopt, daarom. Die ene gast die heb ik gehit die over het muurtje is. Eerst kan ik pushen, man. Die andere zat boven jou op het balkon. Er komt een kwad aan trouwens. Die had ik ook vrij hard gehit. Oeh, was er niet waar die tripmines waren? Zal vaak op de kwad. Wacht even, hier waren tripmines. Nou is er niet opeens footsie. Oh, waarschijnlijk omdat die duwt. Hoe weet je hoe de tripmines eruit zien? Die vallen op zich wel op. Het zijn gewoon... Dat is als kapkant. Dat is waar ik vandaan kwam, toch? Ja, dat was thuis waar ik vandaan kwam. Hier is een bandage. 150 koeien. Nee, je mag geen 150 koeien plaatsen in de chat. Sorry, Diego. Wat is dit? Level 1 armor. Oh, dan moeten we even pakken. Ik heb geen armor meer. Dan zal ik het even pakken, ja. Oké. Nou. Maar ik ben totaal niet gehit door hun. Ook niet over range. Best apart is. Ja, ik wel. Dat is... Ik heb hier een sniper. Maar ik heb nou... Okay. Ik heb een scope van een sniper. Ik weet niet of je die wil. Ja, ik ook. Nee, oh ja, die heb je. Ik heb die zelf. Ik had er net twee en ik had er eentje gedropt net. Daarvan.
Ja, die pakte ik op. Dat is voor je eigen sniper. Wat is dit? Nog een suppressor. Moet je nog een suppressor hebben? Er ligt hierin. Ja. In de garage ligt die. Nee, ik heb dus nou één suppressed weapon en eentje niet, zeg maar. Links, in de garage. Waar ligt die? Oh, ik ben hier. Op de grond. Ik heb ook één suppressed wapen. Ja, nee, dat is wel zo fijn, naar mijn mening. Suppressed wapens. Oeh, een 2x scope. Op zich wel fijn. Iets meer range. Ik heb elo. Ja, dat is ook wel fijn. Maar het doet ze wijk allemaal wel. We zitten net aan de rand van de storm, hè? Cirkel. Ja. Ja, omdat dat dan ook is. Ja, ik snap het. We moeten zo'n movie. Gas. Laten we dat maar doen. We moeten een eind lopen. We moeten wel een stukje lopen, ja. Kijken of die kot er is. Ja. Mooi zo. Rij jij of rij ik? Ik zou wel rijden. Mooi. Kan ik rondkijken en kan ik even naar de chat kijken. En ja, het is spijtig inderdaad dat je hier gewoon met auto's kunt rijden. Mee eens, Bjorn. Daar hebben Dennis en ik het in de stream ook al een keer over gehad. Dat je eventueel banden rijden en brandstof moet vinden. Ja, rij maar gewoon naar de cirkel. Het zal wel chill zijn. Doe maar. Maar nee, sorry Diego. 150 koeien in de chat plaatsen is een beetje spamachtig overdreven, vind je niet? Lekker bezig. Zo laggy, jongen. Nou. Achter bij jou op de quad is zo laggy. De game is flawless. Gewoon nou, verder rijden, denk ik. Ja, gewoon naar het midden. Ja, gewoon verder. Rij maar gewoon naar het midden toe, ongeveer. Dat is een huisje dat ik heel goed ken, helaas. Geen goede herinneringen heb, maar... Ik zie geen oranje beam trouwens deze keer. Anders zouden we er naartoe gaan, maar... Nee. Moeten we 2 uur wachten tot de video op mijn USB is gezet. Stomme, daar is wel een blauwe... Jij hebt geen... Wat? Ja, daar linksachter. Ja, maar dat is bij de assignment, maar dat... Oh crap, dit ding brandt, Koen. Maar je hebt geen sub meer, Diego. Laten we uitstappen, denk ik. Ik zei al, ik ben de beste bestuurder die er is. Merk het. Dan rijden nog meer mensen, hè? 4x scope. Ja, 4 scope. Jezus. Dat is wel handig op zich. Nou, neem ik wel gewoon mee. Ik heb nog plek in mijn backpack. Dan helemaal. Rip sub van Diego, inderdaad. Spijtig geen auto 2018 games in het algemeen zijn. Wacht even, is die beter? Ja, dat wel, Soeran, maar op zich niet. Vind niet erg, ik vind het wel leuk, maar... Even keer 2 scope erop, denk ik. Doe maar. Ja. We zitten hier wel echt een beetje op een kutplek, moet ik zeggen, maar... Ja. Ik wil liever op die berg zitten daar. Of in de tunnel. Kunnen we heen lopen? God, nee, kijk waar we zijn. We zijn bij de train station. Goede herinneringen hier. Nee, totaal geen goede herinneringen. Doei. Meteen de andere kant op. Ja, maar ik hoor de rest wel schoten. Vlak naast ons, volgens mij silence, dus. Ja, zo net nog wel. Ook. Maar dat gaat dan net op dat moment, Diego is die sub of lopen. We hebben schoten. Nou, we nu om de tuin lopen ook. Nee, wij worden niet beschoten, okay. Maar... Oh, hè? Huh? Ja, dat is goed. Die schoten lijken zo... Ja, de audio is... Nee, het is andersom. De schoten lijken heel dichtbij, maar die zijn er 3 kilometer verderop. Dus die naar voren ons zitten, die zijn echt voorbij deze berg waarschijnlijk. Die zijn vermoedelijk op de dam. Alleen maar daarachter. Ja, hier zie je, dat bedoel ik. Moet je kijken, die lijn zijn helemaal naar beneden. Die horen wij aan het schieten. Ik kan ze vanaf hier zien. Links ook trouwens. Oeh, kut. Laat maar. Links zitten ook mensen. Wat? Hier, achter deze boom, voor ons. Oh. Daar zat iemand net. Fuck. Een wapen daar voorbij. En daar beneden zat ook mensen. Maar hier zitten ook mensen. Alleen die worden ook gepusht weer. Oh, ze rijden. Ja. Was er nog een ja, ze rijden daar. Aan de overkant. Er zijn ook 2 mannen. Nee, hier. Hier voor ons. Op de rotsen. Daar ook. Maar ook links. Ja, oké. Maar als wij die op die rotsen kunnen wij pakken. Dat dus. Die is dood. Ja, hij is dood. Oh, wat, die falling damage is hoog.
Auw, 7 damage. Had hij nog wat boeiends? Laser sight. Equip fast mag. Nog wel welkom. Pick a barricade. Extended kan mag. Zijn. Moet ik opzetten. Ammo is sowieso chill. Yep, Lapuia, ammo. Nou, ik heb heel weinig ammo voor mijn... Ik gooi even al die... Ik had al even wat extra attachments op mijn sniper gegooid. Laten we weer naar boven gaan als dat kan. Maar dat wil niet echt, denk ik. Zouden we hier weer naar boven kunnen, denk je? Net buiten de cirkel? Of zouden we hier gewoon naar boven kunnen rennen? We kunnen gewoon naar boven rennen, jongen. Steile muur, bijna vertical. Ja. Super soldiers. Best game ever. En gezellig, Bjorn. Veel plezier in de main, zou ik zeggen. Weet ik wat ik met die... Ja, dat weet ik. Die jongens zijn nog altijd te spectaten. Dat is, blijft een ding dat ik niet geloof. Dat iemand gespectaten na een kill. Ja, dat doen wij ook. Die mij ook. Ja, maar dat geloof je toch niet? Dat iemand zo lang blijft spectaten, dikke vinger. Ik zit te kijken hoe mensen zien lopen zo 1, 2, 3, maar... Nog niet. Daar was schoten bij train station. Ik zie niets. Oh ja, ik zie mensen lopen. West 255 aan de richel. Eentje zit boven en de ander zit beneden. En dat, je ziet hem lopen naar het bloemetjesveld. Oh ja, ik zie ze. Ze hebben ons gezien, volgens mij. Die ene zat heel hard op ons te aimen. Moet wel. Kan haast niet anders. Dan gaan wij hoger die berg op. Train station nog steeds schoten. We gaan iets hoger de berg op, zitten we ineens veilig in. Train station nog altijd schoten. Ja, nog altijd. Oh. Oh, ze schiet op ons. Ja. Maar ja. Hier bij dit huis. Ja, bij dat huis zitten die lui ook. Die we net zagen. We zitten echt in een open kutplek qua dat. De meeste mensen gaan ook in huizen zitten campen. Dat is echt iets wat gewoon mensen doen. Op zich wel logisch en slim. Lui, ja. Eentje down. Wat gebeurt er met mijn game? Geen idee. Zolang je mij niet voor mij gaat staan als ik een sniper ben. Is alles goed. Denk even stilstaan. Wat? Wat gebeurt er? Ah, fuck off. Oké, fuck off game. Daar ga ik niet mee akkoord. Hoe de fuck was dat schot mis, dat sniperschot? Hij lag dat te reviven, zijn maatje te reviven. Dikke vinger. Oh. We worden heel hard gehit. Oh, ik denk ook. Ja, niet gehit, maar... geschoten. Hoe kwam hij nou niet dood zijn? Kut, sorry, zit jij in mijn rug? Je klootzak, jij nou. Ja. Kutzooi! Ik ging nou heel actief pushen omdat ik boos werd. Dat was dom, I know, maar fuck off, Kim. Hoe dat... Ja. Ik moet gaan. Ja, is goed. Het is nog 9 uur, dus kom ik wel dat mooi uit. Maar echt, what the actual fuck, jongen. Ik had die ene dude gedowned. Ik wil net die gast neerschieten. Komt zo'n maatje eraan. Nee, oké, prima. Voor mijn gevoel was die er precies op, die crosshair. Ik kan hem mis hebben, maar voor mijn gevoel is die er precies rechtop. Ik weet niet hoe de chat dat ziet. Maar dat deed gewoon niks. En dan werd hij al gerevived, want revive in deze game is ongeveer een seconde of twee. Wat bullshit blijft nou mee. Dat moeten ze echt fixen. Dat moet gewoon 7,5 seconden worden of zo. Want nu is dat veel te snel. Vooral als je iemand knockt over range, wilt gaan pushen of wat, dan ook ben je gelijk fucked. Dat is echt kut. En ik had eigenlijk verwacht dat die lui in het huis zaten en niet naast. Maar toen maar. Ah, salty. Ik ga dan, hè? Ja, dit is goed te doen. Bedankt voor meedoen. We hebben een paar mooie kills gehad wel. En prima. Voor de rest, I'm sad. Ja. Hello darkness, my old friend. Ja. Ik zou wel handen. En... Later. Faces, worn out places. Worn out faces. Ik moet eigenlijk... die heb ik wel deels. Dat is deze. Dit was ongeveer hoe ik me net voelde. Heb ik die nog? Ja. Fuck! 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 Oh! Dat blijft een goeie. Om even je te laten gaan.
Maar ja, naar mijn mening was dat schot dus bullshit. Dat had raak moeten zijn. Die game zijn van niet. En die heeft mij dus genaaid. En vervolgens, ja. Dat was mijn eigen domme fout. Ik dacht gewoon van, fuck it. Ik haat jouw game. En ging pushen, wat echt super dom was. Maar ja. I lost all reason to live. En dat is kut, Bjorn. Ik weet niet wat dat is. Damien heeft ernaar gekeken en het is niks apart van mijn kant af of wat dan ook. Dus dat, want dat kan niet eens. Je kunt maar... met die reclames, dat is zo geregeld dat minimaal één keer in de... Of minimaal... Het kan maximaal één keer in 8 minuten. Voor de rest wordt alles automatisch geblokt en weet ik het wat. Voor mensen die het eerder abused, zeg maar, continu advertenties afspelen. Is het nou dat het maar 1 keer in 8 minuten kan, zoiets? Of maar, dat vind ik alsnog heel kort op mijn kamer. Kan het me niet duren. Oh ja, Senna heeft een beetje crappy internet. Ik zit zo te kijken, iPhone XS, XR, Max, zie ik geen verschil in. Nou, er zit wel echt verschil in, Soeran. De XR heeft een LCD-scherm, de andere is AMOLED. Dat is ten eerste al echt een wereld van verschil. Dus dat is wel een dingetje. Voor de rest, de XS of de XS Max, dat is gewoon inch groter, zeg maar. Dat die gewoon groter is, that's it. Daar zit verder geen verschil in. Qua kracht zit er ook geen verschil in met de XR. Het is voornamelijk het scherm dat echt wel een wereld van verschil is. Yay. Hallo. Diego, je kunt nog wel meedoen als je wil, hoor. Moet je me gewoon even een bericht sturen. Ik ga echt niet moeilijk doen over die 10 minuten dat je nou geen sub meer bent. En meestal resub je toch, dus... Who gives a fuck? Senna, wat was jouw persoonlijke professionele oordeel over dat sniperschot van net? Was ik scheef of was de game mij een naaien? Game was niet naaien. Ja. Nee, was ik niet scheef? Ja, ik weet niet, ik heb geen clip, dus... Nee, ik kon niet clippen of wat dan ook. Dat is ook kut. En iPhone 1600, dat is ten eerste al bullshit. Ik heb er vandaag naar gekeken. De XS Plus was 1429. Dus dat valt nog mee. Ja, tenzij dat je al het duurste pakt. Maar die 512, dat is een beetje overdreven. Ik heb nou dan de iPhone 1028, volgens mij, of 265. Ik weet het niet eens, één van de twee. De duurste was het in ieder geval toen. Ik zal eens kijken. Ik weet zelf niet eens wat voor type. Waar staat die shit? iPhone opslag. 256 heb ik, sorry. Dus ik heb nou ook de 256. En dat was toen 1329. Dus dat zou dan 1429 zijn. Dus het is €100 duurder voor de plus size zelfs. Dus dat valt er nog mee. Yes, en dan mag ik niet meer op mijn PS4. Oh, serieus, Diego? Dat is wel zonde. Dat kan niet, Soeran. Er was alleen 64 gig of 256. Er waren maar twee dingen. Maar ik wist niet meer wat het was, de tweede. Dus dan heb jij ook waarschijnlijk de 256, I guess. Zelfs als die ik heb. Maar als jij van een iPhone 10... naar een XR gaat, dan ga je echt er gewoon hard op achteruit. Gewoon qua schijm en shit, merk je dat echt wel. Het enige wat ik aan zit te denken is een XS Plus. Dat groter is. Ik word ook een dagje ouder. Ik ga het moeilijk zien. Nee, gekheid. Zo zien. Zo heel veel verschil zit er allemaal niet in. Maar ja, hoe is het verder met Senna? Senna is overleden. Hallo Robin, doe je mee Robin? Ja, gezellig, oké, fijn. Julian is er ook nog eens in de chat. Zag ik net een keer. Als Julian tenminste nog eens, anders ben ik verdrietig van de Julian weggegaan. Sorry. Heel dramatisch. Dat kan, Bjorn, dat kan. Ik heb eerder altijd allerlei Android telefoons gehad. Van allerlei merken, Sony, Samsung. Van ons nog LG. Gewoon eigenlijk vrijwel elk merk heb ik geprobeerd en dat was uiteindelijk allemaal een beetje hetzelfde aanvoelen. Ik vind deze wel fijn.
Ik vond de S4 die ik had, de Samsung die ik heb gehad, was een S4. Die was wel goed op zich. Was wel een fijne. Maar nu helemaal met de iPad en gewoon voor alles wat ik doe, is het makkelijker om alles mee gesynct te hebben. Via de cloud en zo. Waar gaan we naartoe? Een paar cookies in de machine stoppen en dan lekker een sub. Oké, klinkt... Nee, is prima. Daar naartoe? Oké, is ook goed. Oké, naar Boxing Gym dus. Maar waarom was die boss fight er dan? Is dat random of was dat omdat mensen zoveel zombies hebben verslagen? Volgens, ik weet het niet. Ja, ik zag het. Het was op stream, dus je kan het niet echt. Je kan het heel moeilijk editen, zeg maar. Is dat daarvan? Deze beam is blauw. Ja, klopt. Dat zijn ze allemaal eigenlijk. Ik heb niks op download geen tijd gehad. Nee, Rob, ik kan niet meedoen. Er zijn mensen bij jou en ik ben een beetje beroerd geland. Ik heb alleen bandages. Ja, ik zie de rode beam. Hij staat bij Kine, bij een graveyard. Wel, ja. Is dat al instant een boss fight? Of kan dat een boss fight zijn? Ja, boss fight. Boss fight. Ik heb een suppressor gevonden. Nu alleen nog een wapen waar ik het op kan steken. Dat is dat grote spin ding van die trailer. Ik kan me die niet herinneren, toekomst. Ik ga even snel een huis in hier. Ik pak een wapen en dan rijden we gelijk met de quad naartoe. Ik heb een wapen, ik heb een Spitfire. Volgens mij hebben ze dat puur geactiveerd gewoon de laatste dag van de beta. Ja, besef, we hebben het nog nooit eerder gezien, dus het lijkt me heel... Ik ook niet. Ik heb ook nog een burst rifle, yay. Much joy. Je hebt nu school op orde? Fijn. Dat is goed om te horen. Hoor. Zombies boss from 10... Oké, okay, nou, dankjewel Dennis. Ik had voor de rest nog niet opgeschoten wat ik maar straks even kijken. Oh, jij bent bij de zombies. Auw, ik word beschoten door klootzakken. Dat is nu lief. Nee, niet echt. Jij moet leren aimen, jongen. Senna, help. Kom aan. Waar zit hij? I don't know, hier ergens. Ik zou hem kunnen met de wagon. Oh, hij had alleen een shotgun, maar ik denk dat hij zijn maatje heeft. Een... Ja, ik kan hem. Wagon. Nice. Ja, dit is redelijk sterk. Ik ging ervan uit dat hij zijn maatje zijn wapen had gepakt. Volgens mij had hij alleen een shotgun. Hij had alleen een shotgun. Ja, dat zeg ik, een shotgun. Ja. Kun je er geen grip op zetten? Dat is dom. Ik vind die wagon best wel fijn, eigenlijk. Ik vind hem... Ik had gehoord dat Dennis hem heel shit vindt. Ja, oké. Ik wou dat als je een beetje geluk hebt, dan doe je wel damage. Maar... Hoe krijg je Twitch Prime? Ik kun je aankopen, Bjorn. Twitch Prime is te koop. Dan betaal je 6 euro in de maand of zo, in mijn hoofd. En dan kun je ook Amazon Video, dus dan kun je Grand Tour kijken en shit. Je krijgt Prime Deals en... Oh, dan ligt ineens een granaat hier. Gezellig. Van alles en nog wat krijg je erbij, zeg maar. Oh, ik zie het al. Er zitten mensen bij jou, bij de boxing gym. Die zitten bij het water. Die komt nou naar je toe. Ik heb hem iets gehit. Armor, that's it. Ik heb hem. Ja, nice. Hij had me bijna. Ik had hem heel iets gehit, maar niet heel veel. Ik had beter de dingen kunnen pakken, hoe heet dat? De burst rifle. Want ik schoot met die subby, maar ik wist eigenlijk niet meer dat ik een burst rifle had. Ik heb nou een zweihander. Leuk. Welkom terug, Diego. Bij jou is niemand mod of sub trouwens. Dat probleem heeft Senna ook. Ja. Hoe dat komt, weet ik niet. Dan is het denk ik gewoon iets met Twitch zelf. Zou kunnen. Ja, ik heb er inderdaad, zoals je net zei, ook al last van. Ja. Ik heb nog geen backpack trouwens. Dat die gast een backpack? Ja, fijn.
Ik ben al is die beam er nog steeds? Kom, we pakken een kwad en we rijden naartoe. Let's go. Oh ja, ik ben al aan de overkant. Ah, great. Dan... Ik zwem wel terug. Doen we zo... Nee, nee, nee. Maddox. In plaats van twee handen... Oh, fuck it. Laat me. We gaan een zombiebos verslaan met een zombiewapen. Ik heb wel een sniperscope hiermee. Ik denk dat schreef ik een. Knipoog. Zo werkt het niet. Jammer, Diego. Leuk geprobeerd. Hij had inderdaad alleen shit kunnen, mocht hij. Waar is die quad ook weer? Die quad was hier ergens daar. Unterwegs. Halen we dus überhaupt qua storm? Vermoedelijk niet, maar fuck it. We gaan battlen in de storm. Is dat net erin of eruit? Is dat net uit, denk ik. Waar ben jij, Senna? Nou. Kom maar aan. Waar is de snelste route? Ik denk... Hier oversteken, toch? Het zit volgens mij ook al uit de storm. Uit de zon. Ja, klopt, maar dan ben je. Lekker. Ik wil het weten, ik wil het zien in de stream. Hey, de zombies bij die zijn gefixt. Oké, offroad. Let's go. Vol gas. Recht erop af. Kijken wat voor bos het is. Ik heb de link van Dennis nog niet aangeklikt. Of bekeken, beter gezegd. Wel aangeklikt, maar niet bekeken. Dan gaan we het eerst zelf ervaren. Spannend. Ik kan maar springen, Senna. Woe! Yeah. We gaan de storm in. Dat is dom. Maar ben je uit. Oh, oh, er zijn al mensen. Er zijn mensen aan het genieten van de boswacht. Oh, dat ding. Ja. Yeah. Wij kunnen die mensen gaan blij maken. Die zitten hier op een quad met z'n tweeën. Ze rijden ook wat gewoon is door. Dat ding? Is dat ding er nog? Of is die weg? Die is weg volgens mij. Vanwege de storm. Dat lijkt het op. Ik heb hem nog wel iets kunnen zien, moet ik zeggen. Kun je die quad meenemen? Als je er toch bent. Ja. Wat even weg is. Nee, doe me niet, Robin. Ga me niet testen. Ja, test al vaak genoeg per ongeluk op mensen. Ik heb Blackout maar heel even gespeeld, maar weet niet echt wat ik van moet vinden. Leuk. Wat moet je ervan vinden? Wil je even healen en shit? Wat zit er in? Ik ga. Wap. Supply drop incoming. Oké, okay, waar we dan? Moeten er een volgende push mee eventjes naartoe? Ja. It takes ages to join. Je kunt gewoon niet joinen, jaatje. Dit is... Niet lief. Vanaf waar? Vanaf de diner? Oh. 100. Kut, ik heb... zitten daar, boven op de feestje. Ik heb geen sniper. Dus dat wat hem niet. Ja, ik heb links een DMR. Welke is dat? Die sauge DMR? Nee, die auger. Of die auger mag ook, dat bedoel ik, ja. Nee, ik heb alleen zoveel ammo voor. Wat voor ammo moet dat zijn? 7.62 mm. Nee, dat is niet. Rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Hij is in de cirkel, hè? Dat zullen we hem gaan pushen anders. Ja, nu zijn ze bij Diner. Maak er ook een. Dank je. Gaan ze gewoon pushen. Vol met de twee handen. De twee handen. Hier tussendoor. Wop. Die mensen waarmee ze mee vochten, die zijn ook dood. Oké, okay, nou we gaan vanaf hier wel lopen, dat is maar handiger. Waar moeten die mensen zijn dan? Bij de gebouw nog, toch? Ja, hier. Huh? Ja, dat waren mijnen. Pizza
tent in. Hij loopt hier voor mij. Hi, ik kan door een hekje heen schieten. Leuk hè? Oké, hij haalt een sniper, dus dat is wel iets. Fijn. Ik vind gewoon eventjes de mensen die hij heeft vermoord en niet heeft geloot. Geen plan. Ja, ik pak even heel snel ammo op en dan wissel ik even die twee handen voor die sniper. Een sniper scope hoppen. Nice. Die kan ik zo ook wel gebruiken. We moeten move voor de stand trouwens. Oh ja, kut. Ik kan hem niet first aid. Ammo, ammo. Oké, klaar. Huh, we moeten het water in eigenlijk. Heb ik nou... Kut, ik heb nou nog een subie bij mij. Ik had eigenlijk die dingen op moeten pakken. Weet je wat? Ik trotseer... er lag een beter wapen daar. Ik trotseer de storm even. Nee, kut. Ja, dit ik is zo'n dom systeem. Ja, fuck it, so be it is. Oh, dat is... Dit is echt een kut systeem. Nou, wilde ik daar die vapor oppakken in plaats van die subie. Oh crap, ik zit vast. Help. Ik zit echt vast. In een rot. Nou, niet meer. Maar ik wilde die, die vapor oppakken, maar ik kan niet al mijn attachments droppen in één keer. Dan moet je ze allemaal los ervan afgooien. Dan die vapor oppakken, dan al die attachments erop pakken. Dat is echt een kutwerkje. Ah, maar doe maar. Ik zal die link van Dennis eens even aanklikken. Of even kijken. Dat is onder mijn statief door. Check out van dat ding. Het is wel voornamelijk ook bij de cemetery volgens mij, wat ik zo zie. Ja, dat is het ook. Spiderboss. Op zich wel cool moet zijn. Dat is wel vet. Ik kan me niet herinneren dat dat een ding is uit een andere game of zo. Een andere... Nee, dat ding zat in de zombies trailer van Black Ops 4 aan het einde van de trailer. Dat was dat hier. Ja, maar hier zeggen ze... Some users are stating a red mystery light showed on the map, which then followed by the... was dat 9 boss? 9 Romeinse cijfers boss. Wat is de 9 boss? Die ken ik niet. De 9 boss. Van wat is dat? Black Ops 4. Oh, wacht. Is dat niet die nieuwe map van Black Ops 4 in die trailer? Die bedoel je? Ah, op die manier. Ja. Ik dacht van een bestaande Black Ops game. Of van een bestaande COD game. Ik denk al wat. Nee. Dat kan toch niet? Maar nee, never mind dan. Dan snap ik hem. Daar is dus een, inderdaad een soort easter egg naar de zombie shit toe. Aangezien die nog moet komen. Yep. Dat is wel leuk. Als je nog een AR ziet, dan moet je roepen. Als het kan. Ik heb nou alleen een sniper. Ja, hier. Hier ligt een vape. Is prima. En heb jij ook nog een... ik drop dit even allemaal. Dan kan ik die vape oppakken. Hoe beweeg je zo snel? Wat hè? Wat? Waarom beweeg je zo snel? Ah, nee, ik had een sniper scope. Hey, leuk. Zie ik nu. Ik heb veel mensen bij me. Waarom heb ik dit? Dat is anders. I care. Oké, ik ben klaar. Ik heb een fatsoenlijk wapen en shit. Oh ja, armor. Als je dat ergens ziet, moet je ook roepen. Oh, we moeten trouwens een zone zijn. Ja, weet ik. Ik ben nog sneller als ik crouch dan dat ik... Wow. Oh, dat werkt toch. Ik had heel even het idee dat ik damage zou pakken, maar het werkte. Een machine wel. Technisch gezien ben je dan wel een koeienmelker, naar mijn mening, Diego. Als jij de koeien niet daar naartoe brengt en shit, dan worden ze niet gemolken. En het ziet er zeker wel leuk. Het is ook wel leuk, Tom. Maar je moet er inderdaad wel wat meer tijd voor nemen, I guess. Een beetje door te krijgen, hoe wat. Fire range. Moet je even wachten tot wat, wat dus? Het is echt gewoon een cirkel fire range, dat is echt kut.
Hebben we een leuke sniper, kunnen we er niks mee. Ja, ik heb een sniper. Ja, ik heb ook een sniper, maar dan kunnen we er niks mee. Paladin. Oh, dat is nog beter dan die klosje. Ik weet niet hoe heet dat ding nou. De, ja, zoiets. Klotska. Gaan we firing range in, ja toch? Ja, ik hoor het. Au, voor mij en ik heb geen armor. Eentje smokt. Waar was die andere? Oh fuck, links vanaf de barn ook. Oh, je bent injured. Ja, ik was aan het snipen op die dude voor je neus. Maar die kon ik niet zien, want die was even aan het wegmoven, zeg maar. Dus ik denk, weet je wat, Oh my god. Je hebt je alle tijd van de hele snipe hem gewoon. Nee, ik word geschud en zijn vriend is fucking revived. Ja, omdat dat binnen een seconde of twee gaat, zeg maar. Dat is echt fantastisch. Leuk systeem, dat revive systeem in deze game. Dat is echt een medie ding waar ik echt begin te haten. Dat reviving. Dat gaat veel te snel. Ik heb het sowieso niet altijd op revive. Ik vond het van HNZ1 altijd wat chill. Want dan kon je in je eentje nog redelijk tegen een squad vechten. Dat mensen gewoon dood gingen. Nou. Kijk uit, want je wordt zo meteen je rug gegeten. Valt mee. Zijn zij dood of niet? Nee, ja? Nee. Ik had zijn vriend helemaal gehit met een sniper, maar die was binnen 3 seconden alweer revived. Nou ja, het ding was dus, ze had de lui bij die barn. Die lui bij die barn, die hitte mij uiteindelijk. Waarom focus je ook meteen? Hold op. Zit hier in de place. Dan staat hier binnen toch? Wauw! Wow! Wauw! Senna, ik weet niet wat er met jouw lichaam is gebeurd, maar Kijk even terug, even lekker rustig aan het leven. Ben je lekker aan het looten, jongen? Focus hem alsjeblieft. Dankie. Oh, wow, ik zie het. What the fuck? Ik knip dat even. Waar man van zijn maatjes. The monkey doesn't dance. Sad. Je kan die paladin van mij oppakken. Wacht even. Travel to indicated safe. Get wrecked. Bitch. Witches. Ik zou inderdaad die op kunnen pakken. Dat klopt. Dat is eigenlijk wel een goeie. Oh. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Zal ik een snuipscope in? Ja, ja, je had er eigenlijk alles op. Ik ben er tegen 5 mensen. Gezellig. Ja, ik weet het. Oké. Dat kan de storm niet doen. Jawel, ik kan de storm wel doen. Als de... Dat kan de storm doen. Als de... explosieven, zeg maar, in de storm zitten, dan explodeert dat automatisch. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Of er is een 1v1v1, of... Nee, hij zit naast mij. Die handen zat er ginds. Oh
Die zat daar achter. Die is dood. Een dood luik is dubbel op. Oké, nice enough. Maar niet uit. Oké, nou dat werkt niet. Lekker bounce. Oh, wat? Ben je dan nooit binnen geweest? Deze hier is dus normaal een dude, die had level 3 armor, maar nou, daarna niet meer. Kut, sorry. Trauma kit. 3, 2, 1. Geen... Poef. Geen dingen. Hier lag geen armor in, helaas. Ik heb nog steeds een armor, hè. Dat is mijn grootste probleem. Oh. Ah, daar loopt hij. Dat is die guy die je zo weak had gered. Ja, ja, ja. En die andere jongen is daar. Please, kom in beeld. Wat? Waarschijnlijk moet hij net. Waarschijnlijk hit ik hem net op de ding of zo. Op de steen. Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Langs gegaan. Ja, ik zie het. Dat is kut. Ik had hem in principe door die bos heen kunnen hitten, naar mijn mening, maar ik zag hem. Kom maar. Circle collapse imminent. Get to safety. 3, 2, 1. Oh, die was bijna raak. Ik had de eerste push door de storm. Dat mag ook. Oh. Nee. Maar ik snap niet hoe die schoten eigenlijk mis waren, want er zat wel een rotsel bij dat bosje, maar je kunt door bosjes heen schieten, helemaal met de 50 cal, come on. Ik wil weten hoeveel HP hij nog had, want ik hitte hem aan het einde wel veel. Maar mijn grootste probleem was geen armor hebben voor het langste deel van de game. Kan je eens zien hoeveel HP die nog heeft? Nee. Hij was wel echt weak, want hij had helemaal bloed of zo schijn dat hij gewoon bijna dood was. Dat was leuk. I tried. Misschien kunnen we nu gewoon landen bij die cemetery. Ja, daar kunnen we even kijken. Wat ook, ik weet niet, dat bullshit, dat schot dat hij er lag met een paladin, was in zijn reet of wat dan ook. Ik kon hem niet helemaal goed zien door die bosje heen, maar dat zou ook meer damage moeten doen, naar mijn mening. Maar misschien had ik er gelijk achteraan moeten schieten met de AR. Ik weet niet of dat slim was geweest. Het zal me achteraf gelul, of course, maar... Wel 9 punten erbij, hoi. Ik word nog level 10 in deze stream. Denk ik. En je hebt vandaag 10 uur gewerkt, terwijl mensen die net 2 uur werkten naar huis zijn gestuurd. Wauw. Dat sta ik wel lullig op in. Maar daar is wel positief van hart in, dat ze jou heel erg waarderen. Jou graag erbij hebben, dat je waarschijnlijk heel goed je werk doet. Die andere mensen denken zo, oké, die doen toch gewoon geen ene fucking flik in. Laten we die maar naar huis sturen. Had je het al gehoord trouwens? RuneScape komt op iOS en Android. Oh, wat? Het moment om het te spelen, niet Dennis. Ja, RuneScape. Ik heb die game nooit leuk gevonden, maar ik snap helemaal niet waar mensen nou nog altijd naar kijken. Na zoveel jaar. We kunnen ook hier zijn gaan en dan naar die cemetery. Kan. Maar we kunnen ook gelijk naar de cemetery. Nee, het is niet echt bij een asylum, dus daar gewoon... Ja, dat weet ik. Maar we kunnen eerst naar een asylum gaan, daar wapens looten en dan naar de cemetery. Het ding is, er zijn altijd zombies en meestal ook players. Ah, komt wel goed, joh. Komt wel goed. Nou, met de raygun en dan pew-pew-pew, die boss. Dat komt wel goed. Kans is groot dat een van ons er niet levend en zo. Ah, tuurlijk wel. Tuurlijk wel.
Nee, maar om terug te komen op RuneScape. Ik zie er niks in. Laat zo. Ik snap wel dat mensen het nog leuk vinden of nostalgisch vinden om zo'n oude game nog weer te spelen. Maar die game die ziet er nog steeds uit als 500 jaar geleden. En I don't know. Ik vind het niet wat. Dat is mijn mening, I guess. Maar dat komt dus nou naar Android en iOS. Voor de liefhebbers. Waar, daar is Asylum. Ik was het even kwijt. Ja, dat is verrukt. Ja, dat is verrukt, hè. Zei die jij verrukt? Of wat? Geen idee waarom ik ineens een Belg word. De cemetery. Er zijn meer mensen hier. Ja, laatste Quintino. Leuk dat het bij was, jongen. Redelijk, I know. Ik land op het dak, dankjewel game, fijne start ook. Weet je wat ik ga doen? Hoe kan je daar naar fall damage? Fuck off. Dat is echt 3 meter. Hoor je muziek? Nee? Hoor je muziek? Nee. Hoor je echt geen muziek? Dat moet. Ben jij doof of zo? Ik ben niet echt bij jou. Waarom ben jij niet bij mij? Waarom ben jij niet bij de cemetery? Kom maar heen. Nou, ik heb muziek afgespeeld nu hier. Nou zijn mensen waarschijnlijk helemaal in paniek. En dat loopt eigenlijk gewoon in naast me. En die is nou dood. Terwijl ik net mijn trauma kit heb gekut. Fijn. Wat voor wapen had jij? Pistol. Grip stalk, foregrip, supply drop incoming. Ben er. Nice. Ik nog niet. Zullen we misschien snel daar naartoe gaan voordat iemand anders ook komt op? Nee. Hey, kom eens hier. Wij hebben mij? Ja. Oké. Goed te know. Wat? Detach. Dank je. Au. Au. Want je hebt beschoten door iemand. Ja, dan wel. Oh, tuurlijk, goed. Focus. Nee. Waarom niet? Doe maar. Doe maar, jongen. Oh. Misschien. Ja, ik dacht niemand was er. Hoor je ook niks? Je hoort die muziek toch wel? Come on. Hoor je die muziek wel? Maar niet meer. Copy, right. I love it when you have copyright. Je hebt een klootzak in mijn rug. Ik dacht dat jij winnaar was. Ja, inmiddels wel. Net niet. Serieus niet? Nou, het geluid staat natuurlijk ook wel zacht, zeg maar. Ik wilde eigenlijk eerst die Jezus rifle oppakken, puur omdat het kon. Omdat je toch al dood was en ik wist dat er een lag, maar ik denk, ja, niet. Asylum is ook echt gewoon een kutplek, maar het is nu puur dat we voor die bossfight even willen kijken. Maar dan moeten we niet helemaal bij Asylum, je kan ook gewoon naar de ene gas station toe gaan waar ik ook naartoe was gegaan. Dat is zo. Daar was niemand. En als je bent, mogen we zien, geef me toe. Nee. Hoezo ga ik Batman zien? Wat Spider-Man? Spoed me. Waarom ben je eigenlijk verder gegaan met Bloodborne? Dat is niet meer Spider-Man. Oh ja, dat wil ik voor video's zeker bewaren. Laat maar. Ik beantwoord volgens mij al deels mijn vraag.
Oké, waar wil jij naartoe gaan? De gas station hier? Prima. Dan ga ik wel naar deze twee huizen toe, naar de pizzeria en het andere ding. Komt helemaal goed. Waarom is dat überhaupt nog een ding? Wat hè? Waarom is Downside überhaupt nog een ding? Je wordt toch alleen maar gefinished? Ja. In Arkham Asylum Spider-Man, dan mis ik wat. Nou ja, de boss die daar is, is een spin, Zoran, vanaf Spider-Man. Ja, maar we hebben hem niet kunnen zien. Nee, I know. Maar daarom wil ik dus Spider-Man zien en niet Batman. Ook al is het Arkham Asylum, volgens Zoran. Er landen daar mensen. Okay. Voor mijn neus. Nevermind, het is mijn schaduw. Hahaha. I'm an idiot. Er landt wel iemand hier bij mij, volgens mij trouwens wel. Als ik even serieus ben. Is er volgens mij wel iemand hier. En ik heb geen wapen, ik heb alleen nades. Of ik zag jou een parachute, maar dat... Het zou heel slecht zijn. Kom. Het zou kunnen, maar... Oeh, een suppressor. Die vind je meer en meer, volgens mij. Ik heb nou eigenlijk elke match nog een suppressor gevonden, voor mijn gevoel. Heb jij rommepom nou al verslagen dan, Dennis, of nog niet? Potential collapse detected. Advise relocation to indicate. Ik heb geen meds. Je hebt geen meds en ik heb me niet echt een ranged wapen. Cool. Ja, ik had iets. Oh, ja, graag. Daar heb je nog een extended barrel, mag ik even doen? Zullen we er snel naartoe gaan, zodat die man anders een beetje uitmoogt? Ja, dat lijkt me wel slim. Heb je ook nog ammo voor die zaug, of niet? Ja, welke heb je nodig? 9 mm? 9 mm, ja. Spinnetje is dood. Goed zo. Waarom was die moeilijk, toch? Dus? Tenminste, ik vond die niet echt moeilijk. Oké, okay, let's go. Quad mee. Is er... Ik dacht dat jij bij gas station was geweest. Ja, dat was ik ook. Maar heb je toch die kwad zien staan, jongetje. Jongen. Hup, over de vangrail. Dat was iets meer dan ik dacht. Voor de duidelijkheid, ik doe mijn stick naar achteren om achteruit te rijden. Maar dat weet ik niet, want controls. Als het niet moeilijk was, had ik hem nog niet dood. De missie ben je wel super goed geworden, Dennis. Dan kan ons nog wel iets moeilijk zijn. Maar dan ben je gewoon super goed. Daar is hij. I shall live. Auw. Nog een beetje hier binnen. 1 fucking HP. Oh, the dream is live again. Weer met 1 HP. Ik schoot echt mis met die iron sight van die saw. Holy fuck. Hun kwam ook en hij zei het niet. Ja, klopt. Monstertje, doe lief. Ik wil even looten, maar ik... Oh, kut, sorry. Kun je even optikken? Ik heb een kussengrenade. Ja, dat weet ik. Dat heb ik ook. Perfect ben jij van ding eigenlijk. Hij is wel lief, op zich. Ik wil hem even close-up zien. Oh god, wat is dat? Kussengrenade, ja, ik wilde eigenlijk die dude even looten. Die hij vindt. Maar hij is wel cute, op zich. Auw. Auw. Wat was dat dan? Hoe de fuck werd ik gehit door hem? Hey, moederpest, ik ga even looten voor de kan. Auw, I don't know. Ik ben down door hem. Ik had geen, ik had alleen shotgun. Dus ik wilde even snel ammo pakken, maar ik kon niet. Dus je mij even snel kunt reviven, zou super chill zijn. Ik ben gehit door de acid. Ja, dat, die acid shit die heeft mij ook gehit. Dat is heel dom. Ik weet niet hoe dat zit. Kom nog meer acid achter je aan. Auw. Ik heb geen mensen. Hier is dat mensen. Hoeveel HP heb jij? Nou, dat liggen hier geen mensen. Nee, ik heb het bij. Oh, dat ding komt gewoon naar buiten toe. Ah, dat is nog beter. Mag ik weer naar binnen toe? Hoeveel HP heb jij? Ik heb werkelijk geen idee. Ik ben even. Ik ben knocked door iemand anders. Ja, ik word ook meteen gefocust, dankjewel. Ik ben ook heel erg gefeerd. Weet je van geen idee, een flikker met een sniper.
Ja, ze zijn gewoon, ze zijn gewoon, ze zijn gewoon zo zielig namelijk. Fucking faggots. Ik weet niet hoeveel magazijn ik inmiddels in dat ding heb gestoken. Ik heb er ook echt al veel in gepropt, want ik ga me niet dood. Oh. Nice shot. Ik wist dat hij ergens aan de linkerkant was, dus ik denk ik spring mooi weg die kant op. En we zien het wel, misschien valt dat monster in aan, maar nah, dat monster valt er niet op. Hij zat zelfs binnenin, hè, met zijn ding. Met zijn wapentje, met zijn sniper, met zijn 3x scope. Hij wist dat ik daar was, hij gooide een monkje op dat moment. Okay. Lucky shot in principe. Hij richt ook minstens 3 keer op dat beest, maar wanneer hij mij ziet, killt hij mij instant. 1 wow. Per kill is win. Eigenlijk wel, ja. En hij is goed, Bjorn, tot zo. Maar wat moet je nou nog doen dan, Dennis? Ben je al niet redelijk aan het einde van Bloodborne? Want schiet waardig op, joh. Maar ja, dat monster, dat is leuk. Maar dan mag je wel een hele Titan opleggen volgens mij met 700 nog wat kogels en de dingen. Ik vraag me af of die dood kan. En als die dood kan, wat voor wapen die dropt? Een nuke. God, dat zou vet zijn. Gewoon een hele game aflopen. Ja, hij kan wel dood, want er komt doof vanaf en je krijgt de hitmakers. Ja, nou ja, ja. Zal ik eens even googlen? Maar je hebt niet echt de kans, want er komen altijd weer nieuwe mensen. Een instakker, en wat heb je daar nou aan? De wat dan? Robin zegt dat hij een instakker dropt. Ja. Robin is Robin. Blackout. Klopt. Pacify the mission area. Hij doet er ook even een kappen achteraan, dus nu weet ik het niet. Dat is niet wat het ding doet voor de duidelijkheid. Robin zit gewoon dom te doen. Kom, we gaan een normale match spelen. Fuck assign hem. Volgens mij gewoon goede loot. Dat stond op die site. Oké. Okay. Het zou vet zijn als hij een speciaal wapen dropt. Of wunderweapon of zo, weet ik veel wat. De wunderwaffe bedoel ik dan. De wunderwaffe. Of die slickwifier of zo. Dat je rond kunt glijden door de map heen van de berg af. Goh, dat we kunnen erop zeggen dat we als er ooit. De storm natuurlijk. Als de cirkel daar ooit is. Denk het nooit, maar niet uit. Nee, er zijn mensen bij het huis weggelanden. En goddammit. Oh god. Ik ga wel helemaal naar rechts. Abort. Niet zoveel mensen abort, zijn. Abort. Mop, mop, mop. Ga naar het midden. Middels de huis. Daar zit iemand binnen, hè? Dan weet je dat. It's good luck, my friend. Ja, daar is iemand. Oh, hij zit. Hij heeft mij nog niet gezien, denk ik. Hou zo dan. Ik ga eventjes. Hij had mij niet gezien, ik zit niet eventjes bij jou. Man. Zie je bij mij? Ga maar aan, loodjatten. Nee, dat doe ik niet. Ik heb alleen een shopping gepakt. Af! Blijf van mijn loot. Nee, is goed. Pak maar. Ik heb loot trouwens. Ik moet alleen een backpack hebben. Nee, ik wil mijn eigen saus geven. Heb jij die garage deur geopend? Ja. Oké. Okay. Ja, dat ding hoor je ook van hier tot daar. Ja, klopt. Tot aan de andere kant van de fucking map. Armor. Hey, godver, pak ik zit hier midden in het huis. Hier heb je nog een swordfishje, mocht je die willen hebben? Ja. Zit je nou bij hem weer? Of? Ja, dus. Hij stond. Mooi. Ja, zijn maatje komt in de garage. Die is nou, loopt nu de trap op, ik kom in je rug. Ga maar gewoon. Nee, ik spreek je, kom. Zie je deze kogelgaat in de muur, jongen? Wow, dat was mijn infantensysteem. Nou, dat is die nog wat leuk. Oeh, Maddox. Dat is iets. Dat is kaas.
dacht dat het game over was. Nee, ik zag hem... ja, nee, daar was goed gekomen, jongen. Ik kwam onderlangs en ik spreidde op deze deur. Alleen jij killed hem. Dus dat was helemaal goed gekomen. We hadden overwonnen. Oh, een grapple gun. Altijd leuk. Fantastisch wapen. Wat is dat? Kom, groen. Yep. Ja, ik ook. Ik heb een hit op hem, maar... Hij zit te waar pieteren. Is die duurt? Ah, die kant op. Ja, die kan ik niet meer zien. Er zitten mensen bij construction site. Maar ja, gewoon goede loot bij dat ding. Nee, woende waffen zoveel leuk zijn. We zitten wel echt mooi in het midden van de storm. Of uit de zone. Ja, is dit, daar is de zone echt gewoon niet. Dus dat gaat niet worden. Nee, zeker niet. Geeft het niet. Ja, maar ik zou dat... Ik wil hem zo graag killen eigenlijk. Dan moet je ten eerste al betere loot hebben. Die wapens die we net hadden waren echt niet toereikend. Ja, die waren. Ja, en ook al heb je goede wapens, je zal waarschijnlijk nog alsnog een deel makker zijn en moeten duwen. Vermoedelijk wel. Is dit Razor Wire? Nee, Trophy System. Razor Wire en Trophy System lijkt ook wel aardig wat op mijn kamer, als die ergens op de grond ligt. Hoe heet dat? Ik heb hier armor. Wat voor level? 1. Heb ik al. Het mag jou, hé. Was jij nou bij het derde huis? Ja, hè? Was je er tweede al in geweest? Ja. Yep. Oeh, ik heb level 2. Yes, please. Nice. Als je goede wapens hebt, heb je al geen reden om erheen te gaan. Goed punt. Ja, maar je zou er dan vanuit gaan dat hij in ieder geval interessant is om te killen ofzo. I know. Ja, dat wil ik dus net zeggen. Ik zou er dan alsnog heen gaan, omdat ik graag wil weten wat er gebeurt als je hem killt. Ja, maar dat is dan ook echt letterlijk de enige reden om dat te doen. Maar je hebt zeker gelijk, dus. Maar ik zou het ook zonde vinden van alle ammo. Om daar volop te gaan sprayen op de kring. Wil je een silencer hebben? Ja, graag. Ik wil er graag ook, maar ik heb 2 wapens waar ik niet op kan. Nog ben ik er niks aan. Dat is kut. Nee, ik heb nou een long range wapen met silencer. Ja, ik heb een Titan, maar daar kan je niet op. Auw. Zij het hier rechts van ons zijn nog 2 van die huizen trouwens. Wil je die nog checken of niet? Ja, kom. Zijn we zo'n kleintjes of niet? Waar altijd niks nee, in zit. Het zit gewoon exact hetzelfde huisje, maar dan 2 naast elkaar. Ah. Over de heuvel. Ik dacht is je dat. Hadden over deze 2 dingen. Nee. We kunnen hier wel even checken, maar meestal zit hier echt niks in. Dat dus. Nee, maar dan is helemaal niks. Ja, niks. Nee, dat zijn gevaarlijk. Nee, maar die hier heb je die 2 huizen. Die hebben we laatst. Die hebben we stream van gisteren. We hebben dus niks ontdekt. Hier heb je dezelfde villa's, maar dan gewoon 2 naast elkaar. Met echt een ziek uitzicht eigenlijk over het strand enzovoort. Is en veel vetter. Staat ook nog een quad, dus. Ja, nou. Ik zie. We moeten alleen even checken of er een deur open is. Die is open, boven. Dus dat zegt dan genoeg. Hier zijn mensen geweest. Het is niet zo veel. Misschien zijn die mensen hier nog. Want... Oh, zombies. Ja, diner. Ik kan op zich ook natuurlijk een mystery box. Ik ga daar eventjes naartoe. Ik ga even een kijkje nemen. Ga maar een kijkje nemen. Het zit toch in de zone. Zit er nou thuis? Nee. Het zijn zombies, ik dacht wel. Zeker weten. Dit is echt een kutplek hoor, ik hoor dat. De diner is echt... Nee, dit is het tuig. Daar is het tuig, op het dak. Ja, ik zie het. Auw. Auw, ik ben in 1 hit down. En die hebben ik down. Daarom, dit is echt een kutplek. Diner is echt een hellhole. Want er zijn ook mensen vanaf links van de raid die daar echt perfect zicht op hebben. Net zoals wij dat ook hebben deels. Dat is echt een kutplek. Dan moet je eigenlijk, dit moet je niet willen, zeg maar. Van mijn mening. Dat zijn Dennis en ik ook mooi achtergekomen gisteren. Dat was echt...
Dat was wel heel gay pride. Ja. Je hebt trouwens geluk. Je mag de hele stream blijven. Er is niemand die verder mee wil doen. Jee. Dat is echt gewoon sad. Ik wil geen enkele sub meedoen. Misschien wil Dennis straks meedoen. Uit verdriet. Waarom kan ik niet leven? Een rondje gelukt al. Ja, die optie is er niet. Dan moet je opties doen, lief niet. Ja, welkom terug, gedaan. Robin. Hallo, low skills. Dat weet ik ook niet eens. In ieder geval geen 8 uur, zoals jij gisteren. Bijna 9 uur. Hashtag Dennis TSK Army. Maar, is de moe crew? De moe crew, dat kan ook. Prima, het ging me meer om dat Dennis weet wat ik bedoel. Maar, I don't know. Ik kan natuurlijk wel offstream spelen. Ja, dat is voor mij chillen. Aan de ene kant. Dan kan ik meer horen. Dan hoef je geen zorgen te maken als je aim shit is. Wat dan? Dan hoef je ook geen zorgen te maken als je aim shit is. Mijn aim is zo vaak schil en dat boeit me echt niet veel. Ik heb een recon uit, je kan hier onderdoor. Ja. Revolutionair, hallo. Maar. Het gaat helemaal prima, lol skills. Waar gaat de reis naartoe, zijn naam? Hier of daar? What the fuck is daar? Paarsjes. Oké, ga jij maar daar naartoe, dan ga ik naar een state. Een beetje laat, maar... We gaan splitten. Kunnen wij dit? Oh boy. Ik heb er vol vertrouwen in. Ik vind het trouwens wel lelijk hoe die glidingen zijn bij deze characters. Zo raar wit. Ik weet niet, ziet er vaag uit. Het is daar lichtelijk druk bij Estate, moet ik zeggen. Maar hey, kom zo. Wauw, iemand anders gaat naar die plek, iets wat ik nooit had verwacht. Ik zie hier geen heli. Oh nee, ja, ik ben dood. Ben je dood? Ik ook, hi. Ik zit net in een deur. Oh crap, en daar is een, oh my god. Er zit 2 mannen op het dak, er is er eentje bij een kist geland, die een mooi wapen had ook. Ik denk, hé, dat kan ik mooi doen, maar nee. Hij is wel rijk bij hart op, hè. Ik gooi een molotov, doe dit. Ik heb een shotgun. En een combat. Have mercy. Smokescreen. Ik ren naar jou toe, dan zit iemand achter mij aan een shotgun. En dan vind je het slim om naar mij toe te rennen. Ja, wat moet ik anders doen? Oh nee, ik zie iemand, nee. Schiet die er maar alsjeblieft. Oh, mijn leven. En ik hou jou ook een leven als ik... Misschien, als ik ook laat doen. Maar ik vind geen wapen, dus ik ga waarschijnlijk ieder moment dood. Ik heb 1 iemand vermoord. Maar er zijn hier vast nog meer mensen. Help. Hallo. Hallo. Ik heb geen wapen. Je bent zo. Auw. Oh nee. Ik weet, zoals ik zei, er zijn meer mensen, maar ik wilde ook iets anders hebben dan die dingen. Dus mij kunt revive gewoon gaan liggen en reviven. Komt anders goed. Ik heb zes. Ik kan niet precies dat iemand. Oh god, even op. Nee, dat mag niet. Oh, dat is pijn. Niet alweer. Ah, hij is helemaal boven op het dak. Of iets loopt hij achter je aan? Nee, maar ik heb nog steeds geen wapen, dus ik kan niks. Ik heb geen healing. God. Ik heb die deur geopend. Healing. Oké, okay, waar is die? Hoe heb jij mij... Bij mij op een of andere manier, maar ik weet niet hoe. Oh, Jesus. Er was... Hè? Waar de fuck kwam die vandaan? Wacht even. Ja, die leek ook van boven bij mij weg te komen. Dat wil ik even zien.
die... Oh wat, die flikkerde gewoon... helemaal van beneden af. Dat was inderdaad met die rocket launcher. Die zaten echt op die rand te campen. Wauw. Het leek alsof hij fucking... En toen viel ze naar beneden tegelijkertijd met mij. Ik denk al, die komt nog niet uit dezelfde kamer als waar ik wegkwam. Fuck. Hoe lang ik al Twitch heb? Sinds 2012. Maar ik ben er niet actief mee sinds 2012. Maar ik heb mijn account al sinds 2012. Kapot. Maar ik ben nou... Ja, daarom. Sinds... is het al 9 maanden, Robin? Dat gaat snel tijd. Nee, is niet 9 maanden. Sinds 7 maanden gebruiken. Vanaf februari. Half februari. Zit ik nou op... dat dus. Zoals ik zei, bam! 7 maanden. Ik had het exact goed. Maar zo lang zitten we nu hierop. In het begin hadden we veel meer kijkers van YouTube af. Omdat ik dan ex-YouTuber ben, zeg maar. Maar die mensen die zijn er nou nooit meer. Wat sad is. Dus ja. Dat. Wat een leuk met Twitch aan te maken. Ik heb nou die maar. Wat dan? Die waren waarschijnlijk te lang met Twitch aan te maken. Oh, ja, vermoedelijk. Ik weet niet wat het is. Het is jammer, maar... Ik ben niet de enige die er last van heeft. YouTube-kijkers zijn gewoon apart. Ik hit wat. Blackout. Ik schat met DMR over een range op jou. Het is op zich gewoon oké DMR, maar... Ik shot met een ICR. Goed bezig, waar gaan we nou naartoe? Steeds, lekker ver weg. Oh, komt goed, Senna. Gewoon droppen en vliegen. Hey. Rennen we niet eens. Tuurlijk rennen we dat wel. Dat redden we makkelijk. Je kan het niet zelf een parachute deployen. Nee, dat weet ik. Maar daarom halen we het makkelijk. Denk ik. Hoop ik. Denk ik niet. Ik ga niet al... Ik ben niet al bijna op de grond en ik ben pas bij een construction site ofzo. Dat is die eigen domvaart. Nee. Ja, dat is je eigen domvaart. Ik ben er ook niet helemaal geland. Ik ben bij een gebouw meer aan de linkerkant. We zijn hier nog nooit geweest trouwens, in de hoek. Hier ben ik echt nog nooit geweest. Maar dit zijn exact dezelfde gebouwen, Dennis. Wat een verrassing. Dit zijn die concentratiekampgebouwen. Maar dan hier helemaal linksboven in de map. Great. Nou, en dan ga ik hier bij Fluid. Wat? Bij de dingen. Waar ons oorspronkelijke doel? Nee. Ah. Ik zie zelfs iemand hier landen en hij ziet ook dat ik hier niet ben, dat ik geen wapen heb, hij rent weg. Ik zie je niks als jij mij niet ziet. Knal hem af alsjeblieft. Ik heb geen wapen. Gaan dood. Ja, hij is al helemaal weg. Ah. YouTube-kijkers hebben moeite met het bestaan van Twitch. Nou, ik weet het niet. Ik weet dat sommigen zijn volledig geswitcht. Die kijken vrouwen geen YouTube meer, hè Robin? Maar, Ja, ik doe dat wel. Ja, dat weet ik wel. Nee, maar Robin, die kijkt niet meer op YouTube, van wat ik heb begrepen. Maar we hadden veel meer. In de maanden nadat ik geswitcht was, was het ook wel vrij steady 50 à 60 ongeveer. Dat hadden we al redelijk. Voor die tijd rond de 100, maar het wordt steeds minder en minder. Het is jammer om te zien, maar ja. Je doet er niet wat aan, helaas. Ik kan moeilijk mensen verplichten. Maar qua subs zit ik wel rond de 50, dus qua dat zou je zeggen dat het nog wel oké is. Wat? Oké, nou dat is... Zeg genoeg. We hadden in het begin van de stream, hoe hadden we nog? 48? Ja, volgens mij wel. Ja, dus heel veel van die gift subs, die zijn er opeens allemaal er net vanaf. We hadden... Ja, gisteren of eergisteren hadden we nog 53. Jeroen was ook pleiten. Ja, klopt ja. 48. Yeah. Nou dus... Want dat is hetzelfde wat van Diego inderdaad. Die van Diego is nou ook dus pleiten gegaan tijdens de stream. Omdat hij ook gesubt is tijdens de stream. Dus als het dan verloopt, dan vervalt dat. Zo werkt dat. Even een hele grote...
Kijk waar we zijn en waar we naartoe moeten rennen. Oh jee. Ons favoriete nachtmerrie. Mensen kunnen hun giftsub verlengen voor 1 euro als goed. Dus dat klopt inderdaad, grappen maken, maar mensen doen dat niet. Want ze mogen al over het algemeen niet subben. Dus dan subben ze ook niet voor 1 euro. Of een dollar. Weet het probleem. Ik wil meerdere dingen meenemen, maar ik kan gewoon niks meenemen, want... Ja. Is er misschien ergens een etenvier? Misschien, ik zal bij de weg kijken. Ja, gaat hard terug echt... inderdaad. Helaas. Dat is echt onze enigste hoop nu. Niks aan te doen. Tuurlijk, ik vind het jammer om te zien, maar ja. Op een gegeven moment moet je gewoon accepteren dat je dood bent. Ik heb een vrachtwagen, is dat ook goed? Als je dan kan rijden, ja. Als je kan rijden? Nee, ik kan niet rijden, maar ik heb wel een vrachtwagen. Is dat goed? Dan niet. Ja. Oh, heb ik jou verteld dat ik nog steeds geen backpack heb? Hier is een auto. Auto kunnen we niet meenemen, dat weet je zelf ook. Nee, maar ik heb het over zo'n... Daar is die vraag waar ik het over had, zo. Hey, Slippy. Snel. Unimerge. En alleen als je... Nee, volgens mij kan dat wel anders horen. Volgens mij ook als je sub afloopt in september. Maar alsnog doen mensen dat niet, dus ja. Wat moet ik wel zeggen? Nee, niet tot morgen, Robin. Sorry. Ik wil prone gaan liggen. Dat moet kunnen. Ze hebben dat in een trailer laten zien en ik heb... Wil je stil gaan staan? Heel snel? Ja, dat kan echt heel moeilijk. Ik had het ook wel... Ja, zie? Daar is het hem, Dennis. Je kunt wel prone liggen, maar dan moet hij eerst stilstaan. Wauw. Want ik heb de prone ingelegen en dat werkte toen, maar toen stond hij nog stil. Maar je kunt dus al rijden... Oh, er wordt een molotov gegooid naar ons. Maar al rijdend kun je dus niet iets doen. Rij gewoon lekker door. Rij alsjeblieft iets beter door. Ik ga doen, ik ben ook aan het wiggelen. 1 AP, dit niet wiggelen. Rij alsjeblieft zo, op deze hoek. Ja, goed zo, 1 AP. Oh yeah. Ik weet niet wat ik heb vandaag met 1 AP, maar veel shit overleefd. Hoppa! Wat slot. Welkom terug, Jaantje. Ja, daar is dus het... Oh, what the fuck gebeurt er nu weer? Ik kan niet meer rondkijken. Oh, die, al die dingen gaan door de truck heen. Paniek. Maar 1 HP is GG, inderdaad, mee eens. Maar dat is inderdaad wel het dingetje, Robin, wat je zegt. Ik heb echt een vaste kijkerbeest, maar die groeit niet echt. Laten we het zo zeggen. Er komen eigenlijk nooit echt nieuwe mensen bij. Het zijn alleen maar de vaste mensen. Wat prima is, want jullie zijn heel gezellig en awesome en super. En subscribers, supporten. Zullen we eruit? Nee. Ik ben eruit. Nou, dan blijf ik hier in liggen. Oké. Okay. Hier is een kwad. Ik denk dat we die beter kunnen passen. Nee. Ik had dit beter kunnen doen. Wil je nog eens gaan rijden? Ook al is het maar een millimeter of 3. Ik wil weten of die trophy system meegaat of dat die kapot gaat. Ik heb ook echt een 3x scope op mijn subie zitten. Dit is echt geweldig. Rijden, Sana. Anders gaat mijn trophy ding kapot. Als mensen grenades gooien, dan schiet hij ze kapot. Dat leek me eigenlijk best wel slim. Hier achter een barricade op plaatsen. Wow. Dat is af. Heb jij een barricade? Please, heb een barricade. Nee, volgens mij niet. Geen barricade? Wauw, super. Hij blijft zitten. Hij blijft erop staan. Yes. Hij is wel een beetje glitchy, maar... En nou een schild hierop. Dan heb je echt gewoon een drivable fortress. Wow, onze truck is wel een beetje aan het branden. Maar nee. Ja. Ding moet je gewoon niet zo aanstellen. Goed punt. Stel je niet aan. Stel je niet aan inderdaad, ding. Oh god, Senna. Auw. Oh, op mijn dak. Mooie landing. Top. Oh.
ga eruit. Jij zou meteen ontploffen, ik echt lachen. Ik ga eruit, man. Ding moet weg, bitch. Fantastisch. Ik moet nog altijd een backpack hebben. Kill me. Die wilde ik net proberen eigenlijk in die auto. Maar dat mag niet. Oh, als je een backpack vindt, hè. Roep. Ik zal het doorgaan. Er liggen hier zoveel shit. Ik mag niks meenemen. Oh. Ik heb een shotgun en een subby, hè, dat je niet denkt dat ik echt ga helpen. Oh, ik zie die mensen rijden, recht voor mijn neus. Zuidwest, waar is het? 210. Die jongen was dichterbij dan ik dacht. Ik had ook geen armor volgens mij. Nee, ik had ook geen armor, dus ik was instant fucked door die jongen. Hij had een IGI, ik heb een subby. Hij is wel gehit, maar hij moet bijna dood zijn. Maar. Ja, we waren met twee. Ik werd moest naar een feest, kijk nu op het feest. Goed bezig, Bjorn. Dan is dat een heel leuk feest blijkbaar. Als jij naar mijn crappy stream komt kijken. Oh, het waren twee mensen zelfs. Eerst te zien, de jongen stapte af. Oh, wacht, ik heb die andere misschien gehit. Of heb ik deze jongen gehit? Nee, ik heb deze jongen. Ja, ik... Armor. Shit. Heel leuk, sarcastisch. Kijk, thanks, man. Stream is leuker. Nou, dan... feesten zijn altijd leuk. Ja, heel leuk. Dan moet je standen bij de ingang, moet je al zo'n feestding krijgen. Een touw of zo. Zo'n feesthoedje, maar dan zonder hoedje. Wel als je iets krijgt. Nee, ook niet. Want straks krijg je een of andere gebreide trui. En daar ben je niet blij mee. En dan moet je heel blij doen. Oh, dankjewel voor de gebreide trui. En dan denk je van, wat een kut. Ik vind feest altijd kut. Ik heb er niks mee. Omdat we plichten vrolijke gedoe en shit. Nee. Zo ongeveer. Van een plafondventilator, die hoedjes. Pop. Oh, dikke grind met de quad! Wop! Senna, jij schiet er wel mis. Niet waar. Wel waar. Weliswaar. Kom maar. Oh, ik wilde bijna binnen tikken. Blackout. Met vier man. Hm. Is dat geen feest? Ik zal het even wel. Waar gaan we naartoe? Het is allemaal kut. Het is hier allemaal kut. Vier man is een sad feest. I don't know. Vaak genoeg gewoon een feest gehad met vier man of vijf, zes man of zo, maar that's it. Feest. Moet het feest tegelijk 20 man zijn? I don't know. Ik heb het niet zo op al die kut mensen. Ik mag heel weinig mensen. Ja, steeds. Weet ik veel, waar wil je anders naartoe? Jij klikt niks aan. Ik had hier een. Oh, fuck off met je shitboxing, man. Nee, dat is gewoon dat er zoveel huizen zijn, daarom wil ik er naartoe. Dat is gewoon een boxing ring. Jij wilt gewoon zombies killen, ik heb je al door. Dan landen hier twee mensen en ik haal ze nu allebei al. Goeiedag meneer. Goeiedag andere meneer. Oh god damn it game. Dat is niet mijn bedoeling, maar oké. Ik heb wel armor. Auw. Robin, heb je trouwens nog steeds last van... Twee man dood. Niemand anders. Sit rep. Potential collapse detected. Heb je dan gezegd last van Robin dat niemand bedjes heeft? Wat? Benieuwd. Bedjes?
Of Robin Badges. Badge. Oh, badge. Badge. Hey. I don't know. Dan bij Robin vragen. Ja, maar bij Robin zijn ze dus terug. Ik ben het niet. Oh, anders dan. Dat waren mooie kills. Wow, ik ben heel trots op mezelf. Nou heb ik graag dat Senna uit mijn huis gaat, dan is nu al mijn loot. Ik claim het bij deze. Ik ben niet bij jou. Jij moet uit mijn huis. Ben jij legit niet ik bij ben mij? Niet in... Wie is dan nee. bij mij? Wie is dan bij mij, Senna? Verdomme. Zo meteen. Ja. In ieder geval, ik wil het niet. Helemaal paniek. Arme Senna, ik plaag je, man. Er is niemand bij mij. Ik heb beide mensen uitgemoord, jongen. Ik ben zo goed. Wow. Ik heb één keer. Ik heb eindelijk een fight gewonnen, 1 tegen 2. In een hele fucking streams, weet je. Nou, dat lig ik trouwens. Ik heb volgens mij al eerder een keer een fight gewonnen, 1 tegen 2. Maar... Ik heb een barricade. Als we nou zo'n ding vinden, kunnen we dat. Als we nou een truc vinden. Ja. Dan gaat er genieten zijn. Ik denk dat het echt heel wat tegenvalt. Nou, het vaak kut is, maar ja. Dat zou het waarschijnlijk wel zijn, ja. Wil je nou wel echt uit mijn huis gaan, trouwens? Ik zie hem wel looting. Ik zie jou wel looten. Niet blind. Niet yes. Nee. Ik zie jou dat wel looten. Nee. Nee, loot maar lekker erop los, jongen. I don't care. Ik heb een easy nee, end. Ik ga naar raid. We zitten in de zone. Wow. Dat is nieuw. Het is een wunder. Boven wunder. Dat we een zoon hadden. Oh. Hihihi. Hahaha. Ik heb een golden GKS. Wauw, competition pack. Ja, dankjewel Robin, exact. Dat ben ik precies helemaal mee eens. Overal is level 1 armor. Ik heb level 2. Hmm. Ja, ik ook. Ja, garage gezegd, ja. Yep. Okay. Hoe lang duurt de stream nog? Geen idee. Wil je dat we stoppen? Johan? Ja, ik zou willen gewoon eens stoppen. Verschrikkelijk. Ah, dan heb je gewoon pech. Dan zoek ik het uit. Ik wil best dit huis, IRL. Ja, ik ook wel. Ooit zal ik het hebben. Ooit. Ik heb een sniperscope. Nu nog een wapen wat erbij past. En alhoewel... Ja en nee. Het is een beetje het uitzicht. Ik wil een ander uitzicht hebben. Ik vind het geen mooi uitzicht. Maar huis verder is ook cool. De ho. Is dat ho? Er zijn enemies of ho? Ik heb iemand. Ja. Ho, hier is een enemy. Ho, heb jij die dood? Nee. Ho, moet ik komen? Helpen? Ho, ho, ho. Ja. Merry Christmas. Moet ik echt helpen? Kun je mijn assistentie gebruiken? Waar is die jongen dan? Hij is dichterbij dan ik dacht. Wat de fuck is die gast? Waar is die Senna? Discussie bij mijn muis. Ergens beneden? Achter deze muur. Achter deze muur. Wel achter die muur? Oh ja, ik zie hem. Jij bent zo'n vies kutje. Je hebt iemand om te sterven. We gaan het niet hebben over wat daar gebeurde. Ik ga je alleen vertellen. Hij is dood. En ik heb 13 damage gedaan. Ik was heel even in de war vanwege mijn sights. En ik schoot met een subie op hem. Ik miste al mijn schoten op de laatste kogel na. En ik heb hem 13 damage gedaan. En die jongen was dood. En ik heb de kill. Dus sorry Senna voor het jatten van je kill. Het is niet expres. Het was per ongeluk. Ik probeerde te helpen en mijn uitvoering was magnifiek. Hoe ik net die andere lui heb kunnen vermoorden daar met al dat geweldige geweld. I don't know. Dat was in ieder geval echt sad. Succes nog met de stream. Laat eens los skills. En dan klagen in de multiplayer weten dat ik je kill veld. Weg, weg, weg. Voor ons neus. Zit op de rand. Noordwest 330. Oh ja, ik zag hem. Game, please hit. Waar zit hij in dat ding? Ja. Ja, hij zit er in die tuin. Hij gooit een nade, ik gooi een nade, wij gooien allebei een nade. Ja, zijn vriendje was ook bij, de nade niks. Nou.
Waarom word ik steeds geweten dat altijd hun vriendjes en ik naar hun toe kijk en komt hij met uit niks? Waarom ga ik altijd daardoor dood? Ik wist niet wat hij was. Dat is kut, ik wist niet wat hij was. Ik dacht dat ze allebei aan die kant zouden zijn. Ik wil weten waar hij vandaan kwam. Ah, hij liep daar beneden in de dingen. Toen ik er net omheen liep. Of nee? Oh, die ene grappelde naar boven. Die andere gast was net... Wauw, de timing! Hij liep net buiten mijn zicht en toen liep ik naar de deur. Hij stond net achter dat, dat beeld. Op het moment dat ik in principe hem zou moeten kunnen zien, liep hij net naar achteren. Dus hij viel net buiten mijn beeld. Anders had ik hem daar kunnen zien staan. Oh, dat was lelijk. Ik had wel 3 kills, zoals je ziet. Ik had 3 punten. Nog 8 en dan ben ik level 10. Dan stopt de stream. Zo gauw als ik level 10 ben, dan stopt de stream. Dus nog 8 punten. Dat in of een win. Of een top 5. Of 8 kills. Hallo Tijn. Je dun badge. Je hebt je sub badge nog wel, Tijn. Geen paniek, jongen. Dit zijn toch alle wapens van alle Black Ops die erin zitten? Soort van, ja. Het zijn niet alle wapens, maar... Tijn, ik verschijn er ook hetzelfde probleem. Hey Tijn, is Robin bij jou mop? Er waren al, eergisteren of gisteren waren er ook veel problemen op Twitch met dingen die niet werkten. De hele site lag eruit. Of eergisteren was dat volgens mij. Ja, ik weet niet wat dat is. Kan ik aan mijn internet maken? Ja, fuck yo. Toen kwam het al goed uit dat ik later was met de stream volgens mij. Want toen begon het net weer. 4 minuten daarna werkte alles weer. Oké, dus Robin is niet bij jou mod. Robin is geen mod bij jou, Tijn. Ja, dan heeft hij dus ook last ervan. Ja, dan is dat gewoon een... Pointer. Hij test thuis. Nou, Senna, waar gaan wij naartoe? Ja. Oké, okay, prima. Dan ga ik hier naar boven toe en dan ga jij naar die huis toe. Klinkt goed. Wat? Ja, maar er is weinig loot daar beneden. Dus... Als ja, ik dan bij die toren... Zijn 5 huizen. Dat zijn kleine kuthuisjes, jongen. En daarboven bij die toren ligt meestal ook iets. Dus dan kan ik naar je toe rijden en dan hebben we het helemaal clear. Dat is slim. Dat is altijd een quad. Er is hier een duo, dus het zou het wel redelijk fijn vinden als je hier komt. Dan heb je pech gehad, want ik ben niet bij je in de buurt. Zucht. Ik heb zelfs geen wapen in die hele toren gevonden. Geweldige loot. Ja, ik niet, ook niet. Die één klein hok, dat heeft meestal ook niks. Oh jawel. Een ICR. Oh yeah. Ik heb alleen een shotgun. Tijd om die hele squad, die hele duo uit de mond en fucking shotgun. Let's go. Kom succes. Ik ga loot even dit huisje en dan kom ik er gelijk aan. Oké, okay, geen loot, geen loot. Sniper scope. 50 cal of de wuppelpuppel, lapua ammo. En let's go. Okay, ik kom eraan op een quad. Misschien dat ze afgeleid zijn. Dat zal wel werken. Welk huis zijn ze, weet je dat zo? Oké. Ik heb hier eentje. Hoeveel shotgun shells van close range kan jij hebben? Veel. Zoals als je injured bent, ja, dat hoort niet te kunnen, man. Kan hij daar gewoon 3 op zijn bek hebben? Ja, jezus. Ik heb een barricade, dus als wij nog een ding vinden zometeen. Een truck. Gaan we het eens even proberen. Barricade op de truck. Waar is die jongen? Waar is zijn maatje? Oh! Zijn maatje zit in het huis van... Ja, ik zie hem. 90. Ik heb hem. Zo. Dood? Ja. Nice. Kan ik had hem wel gehit, maar... Wat heb? Ik had een liedje jouw kill moeten kunnen, dan ben jij eerder of 10. Oh my god, jongen. Doe ik echt niet moeilijk over. Ik had nog wel level 10. Het ding was meer, ik hit hem wel, maar hij hitte mij ook al. En toen gleed ik weg van dat dakje af. Ik zat boven op het dak. En om een of andere reden zat ik net achter een ding, waardoor ik iets naar beneden gleed. Dat was echt achtelijk. Ben jij al bij deze huis geweest, of niet? Au. Hier zit weer een fucking... Heb je de ene nok, ja? Wauw, jullie zijn slecht. 2 HP en een missen iedere kogel.
Wauw, jullie zijn slecht. Ik had die ene gast al veel gehit en hij had geen armor en shit, maar ja. Jij hebt nu 4 kills, goed bezig zijn nou. Even voor de duidelijkheid, ik had maar 2 HP en dan miste ieder kogel. Ja, dat was wel En dan zaten met z'n tweeën op mij te schieten en geen één hebben 1 kogel op mij geraakt. Ik hit dus in de zij heel erg, moet ik zeggen. Dus, ik weet niet of dat... Wauw, wat hebben we? Oh, hij heeft die attachments op, wacht even. Flikker op, Robin. Robin niet zo gemeen doet, ofzo. Ja. Dat mag niet als unicorn buddy. Nou, ik wilde een nade gooien, maar ik had geen nade. Ik had niet in die barricade, dus ik stond er een beetje dom met de barricade in mijn handen te niksen. En voor de rest heb ik ze wel gehit, maar niet genoeg om ze te killen. Heb jij die quad gepakt, of niet? Nee. Dan ben je heel snel van de berg afgerend. Ik loop naar die andere huisjes hier toe. Ik wil nog steeds wel een beetje loot hebben. Die gaat de reflex sight op range was niet super chill, moet ik zeggen. Dat wapen ook niet eigenlijk. Ik miste wel grip en andere shit. Want alleen damage doen is niet genoeg. Dit is allemaal geloot. Ah, dit is waar wij waren, volgens mij. Ja, wat het hele gevecht was. Nee. Nee, dat is dit plek niet. Nee. Hier zijn de shipments voor ons. Ik kan ook al wat armor gebruiken. Ik heb net armor gevonden, maar dat hield me op. Dat was level 1 voor mezelf, was dat. Laat ik zo zeggen. Gaan we naar Array? Oh, wat denk ik. Ja, misschien is dat nog niet genoeg. Let's hope. Ik denk dat het is genoeg. Waarom niet 8 kills in de win? Nou, Bjorn, I don't know. Waarschijnlijk omdat ik net allemaal mensen heb geheeld. Gehit, maar niet heb gekilled. Dan krijg je geheeld als je dat te snel uitspreekt. Wauw, Robin. Wauw. Let's go. Ja, dat klopt. Er zijn schoten achter mij, Senna. Weet je dat? Ik heb armor gevonden. Nice. Het is hier niet echt geloot. Dat valt niet. Hadden we een laatste stuk al dat hier niet geloot was. En er komen zombies. Ja, dit is hiernaast. Dat is de diner. Dit is de plek waar we net waren. Waar ik zei dat mensen hier van bovenaf heel veel kwamen en hier kwamen repen. Dat hoorde je ook echt van de... Ja, van 600 miljard kilometer inderdaad hier vanaf. Nice. Heel ja, duidelijk. Ze mag wel wat audio mogen ze fixen. Ja. Zeker. 99,9% kans dat ze daar bij Diner zijn, want ik zie er ook een helikopter staan. 100%, want anders gaat het ding niet af. Anders gaat dat geluid niet af. Op die einde, holder. Ja, ja. Hier ligt level 2 armor. Nice. Ja, jij mag dat van. Ik wil dit meenemen. Level 2. Ik heb het al. Ik zal het zo ophalen. Dan rijdt hij ook een quad rond. Yep. Met zijn. Kom ook, kosten met vangen. Ik wil namelijk een sensor dat oppakken. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Ammo full. We zitten net nu in de nieuwe zone. Waar lag de level 2? Staat waar lag level 2? Ik zie dat. Ik kan een nieuwe technik zien. Hier bij mij. Daar helemaal. Oké. Okay. Ik loot even snel deze huisje nog, denk ik. Ik heb hier eventjes een GPS weer gevonden, helemaal met full attachments. Dus ik drop die attachments en pak het wapen die ik graag wil. Ja, dat doe ik dus ook, dat is zeker slim.
Want ik hoef geen SMG. Toch niet. Kan leuk zijn. Ja. Maar niet echt bij... bij map, dat is niet zo groot. Hier heb ik geen... Kom je trouwens, want ik wilde graag naar Diamonds om die mensen af te maken. Ik ben onderweg, deels. Nu moet ik die armen open. Dat ook. Maar ik wilde ook een ander wapen hebben naast alleen een hoor. Welke, waar heb je het over, Bjorn? Ja, welk kind heeft weinig aandacht? Jij hebt weinig aandacht, hè? Nee. Hij heeft het over jou. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Waar is die kut armor? Anders... Hier binnen? Wap. Anders dan vind je de kijk, nee, je zo aandacht. Nee, hij is anders. God damn it! Ik wil net jouw ding hier opzien. Hier. Nee, oké. Hier. Jee, dank u. Jij wilde die lagen pushen, hè? Maar dat heeft. Ja, het heeft niet heel veel nut. Maar... En ik heb niet echt wat op range. Ja, dat is het hele punt. Ik wil het rustig met je doen, maar. Dat klinkt heel fout. Ik wil rustig met jou. Die fight aangaan in game. Waar kom jij vanaf als je mij finisht, hè? Ik zou hem dan. Yes. Moest deze maatje dood hebben. Ah, oké, okay, is helemaal goed, Vital. Ik had je naam wel herkend in ieder geval. Oh, hij heeft een trauma kids. Ja, die... Deze ook. Ik hoor alweer iemand schieten, volgens mij is bij Diner, dus dat is... Ja. Had die man misschien body armor? Wij moeten moving. Gestom. Oh shit, inderdaad. Had die man van jouw body armor? Nee, niet echt. Kut, ja. Nu moet ik het zonder body armor doen. Ik ga even die trauma kit. Er zijn een zombie vast in mijn. Auw, in mijn rug! Godverdomme. Ik ben gelijk gekild. Fucking hell. Fuck sakes. Dit. Dat quick menu moeten ze echt ook veranderen. Dus ik begin me meer en meer te ergeren aan deze fucking game uit. Als je kijkt op PC, dat switch menu ook. Als je items wil oppakken. Waar de fuck was jij? Je was al veel verder naar beneden. Je was niet eens meer bij mij in de buurt. Ja, ik was nog zo duidelijk en dacht dat je ook achter mij hangt. Nee, ik was nog die dude aan het looten. Ik had 2 lagen killed aan en ik wilde even die loot oppakken. Omdat ik had wel 1 goed wapen, maar ik wilde kijken of ze een sniper hadden. Dus vandaar. Further collapse expected. Travel the indicated safe zone. Doei. Ja, is goed, Bjorn. Maar er zit dus iemand in je rug, voor de duidelijkheid. Die heeft mij dus gekillt. Ja. Maar ik was dus die lui aan het looten en ik weet wel dat het stond eraan kwam, maar ik dacht dat je nog bij mij in de buurt was, omdat je nog moest healen en weet ik het allemaal. En ik wilde die trauma kit pakken, maar aangezien deze game zo flawless is met zijn HP-systeem, had ik bandages, medkit. En die trauma kit moest ik via de inventory equippen, zeg maar. Dus daar was ik mee bezig, ik stond in mijn inventory. Maar ik ging ervan uit dat hij bij me was. Dus ik denk, ah, dat kan wel down. Die versnelt die equipen en dan weg te rennen voor de storm. Toen kwam er dus een silence bitch in mijn rug. Was ik sad. Weinig aan te doen. I guess. Jammer. Want op zich ging dat wel goed. We hadden dat misschien wel verder uit kunnen werken. Tot een win. Kom. Ik vind wel dat ze Friendly Fire eruit mogen halen. Want ik dacht ook heel eventjes dat jij dacht dat ik een enemy was omdat jij mij nog schat. Maar toen zag ik ineens dat iemand links was.
Technical difficulties. Goeiedag. Wat jouw ma is gecrashed tegen een boom. Dat is niet zo pest, Vital. Eliminate all opposition. Hoe maak je het nu dan? Dat is niet zo best. We hopen dat ze niet als zwaar verwond is. Nou, eens even kijken. We gaan daar wel in natuurlijk. Dat is echt kut, jongen. Die gast die hitte mij gewoon omdat ik in open veld stond. Of nou ja, open veld. Ik stond een beetje langs de rots. Maar... Ze maakt het goed. Oké. Okay. Dat is goed om te horen. Ik zie... Ik heb een paar fiets daar, dus ja, daar is, ik zie ook drukke bedoeling hier. Leuk, gezellig. Ik zie daar nog meer zelfs. Oké, okay, alle huizen hier achteraan, die zijn wel bezet. Pak die grip op en pak die first aid op. Dank je. Armor. Maak al idee die garage dicht. Ik weet niet of er iemand binnen is bij mij. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Ik probeer een wapen te zoeken, maar het gaat niet echt goed. Lijkt of niet. Wauw, Bjorn, tegelijkertijd. Cool. Oh, fuck off. Af en toe wil je ook ammo oppakken en dan pak je een wapen op. Dat heb ik ook vaak. Ja, daar heb ik ook vaak last van. Dat is heel irritant. Oké, fall damage dan ook al een beetje reduce. Fucking hell, man. Ja. Van 1 meter vallen krijg ik al damage. Het is ook zo random als de tering. Hoeveel damage je krijgt. Oké. Okay. Echt walgelijk vind ik het. Ik ga puur omdat het kan. Ik wil weten waar mensen zijn. Oké, er is dus iemand bij mij boven. Good to know. Waarom glitcht er? Er is iemand boven mij. Op het dak? Ja. Kun je zien met de sensor door? Die kun je ook zien. Ja, oh, klopt. Ja, ik wou net schieten. Mijn aim was geweldig. Ik had niet gezien, ik had niet meer op de map gelet omdat ik net naar boven liep. Dus ik zat meer daar en toen kwam die er vanaf. En dat was... Weer fall damage. Heel dom van echt 1 meter. Ja, laat staan. Ah ja, ik kan, Vital. Circle collapse imminent. Get to safety. Niet zo weten. Dat was... Ja, dat was... Mijn aim was daarbij echt gewoon kut. Omdat ik te laat door had dat hij al naar beneden kwam. Ik dacht dat hij boven mij zou opwachten eigenlijk. Was mijn aim heel shit. Oké, ja. Jij focus op mijn maatvak, stukje. Jouw focus is wel goed wisselen. Ja, dat heb je nou helemaal. Nee, nee, daar mogen we gewoon om lachen. Dat is leuk. Nee, dat is lachen. Daar mogen we om lachen. Wat is het zo'n baadje? Waar is zo'n pintje, jongen? Drop incoming. Heeft hij jou geloot, weet je dat? Geen idee. Ik heb wel een silencer in andere shit. Oké. Okay. Ik ga wel even terug. Ik kan het niet echt heel vriendelijk. Wat hè? Van mij, sorry.
Nee, ik kwam niet spoef. Oh, dat. Ik was half op dingen bezig. Ga je echt stoppen bij level 10 met de stream? Ja, tuurlijk. Sorry. Je zult je echt moeten vermaken op dat feestje, jongen. Ik heb een medic perk, ja, daar heb ik niet niks aan. Ik had iemand genokt ook nog. Ik had iemand genokt. Ja, ik had hem dwars als een kop heen geschoten. Check dat niet. Dat, ja, was mooi. En nee, ik gebruik geen webcam. Die jongen zat ook boven. Op het moment dat ik liep in principe. Hij zat daar boven. Hij is gewoon met me meegelopen, die sneaky bastard. Omdat hij dat deed, was het echt gewoon lullige timing. Ik zag hem maar veel te laat. Oh, dat is echt kut. Nou, ik had geen kill of wat dan ook, dus ik moet nog steeds 6 punten. Got rid. Ik moet eigenlijk ook stoppen, ik vind het echt gewoon... Nee toch, 11 uur toch? Oh nee, 10:30. Ja. Whoops. Dennis! Nee. Ik kan gewoon zeggen dat het niet in de gaten had. We landen op een hele drukke plek, ik maak 6 kills en we gaan dood. Nee, ben ik level 10. Okay. Ik kan ook solo level 10 doen. Hè. Dat punt ook niet. Ga ik heel agressief solo spelen, dat gaat leuk zijn. Dan gaan we echt als een idioot overal naartoe rennen met shotgun en dingen doen. Nee. drukke plek. Steeds. Heb je zo nog zin om eentje te doen? Ik zie Dennis en Mot. Zie jij Dennis Mot? Wow. Het is gefixt. Mission area is hot. Weapons free. Alleen Dennis heeft geen sub, Emma. Dennis is nog sub. Kom, doei. Nou, ik ga ook echt naar Estates. Van... ga je naar Estates? Waarom ga je naar Estates? Ja, yeah, ja. Yeah. Jij zei, het is nou een drukke plek. Ja, zo, maar dat doen we op een andere plek. We gaan gewoon naar die huizen toe, dat is toch druk. Dan zie je mensen, waarom land je godverdomme, waar dan kan je voor de eikelbijter? Nee, zo. Ik ben geen eikelbijter. Ik land wel bij Dead House. Of land, ik loop wel naar Dead House, werd gezegd. Ik heb een wapen, pak sneller dat wapen op, dank u. En ik ben zelfs... Ben jij hierboven? Nee. Ik heb bezoek. Die jongen zit boven. Oh. Nee. Fuck off. Hij heeft niet gefocust. Dat is nu. Er zat een jongen boven op het... Boven op het dak volgens mij een kistje open, of niet? Nee, dat was hier. Kun je die ruit kapot schieten bij mij? Dan klim ik wel naar buiten, hier naast de trap. Ik heb nog geen wapen. Zet de ruit kapot. Ik kan niks doen. En lopende plantenbakken is toch leuk, Dennis? Lopende plantenbakken zijn fantastisch. Oh mijn god. Oh, hier is iemand. RTB voor AAR en debrief. Dat is een beetje jammer. Dat is kapot irritant. Ik kan me ze niet heel goed meer herinneren, moet ik zeggen, die lopende plantenbakken.
Oh, jawel. Ik weet het al volgens mij wel. Ja, die zijn vrij etend. Ja, later Robin. Leuk dat je even bij was, jongen. En succes van Robin. Robin. Robin, fuck off, jongen. Die naam die neem ik nooit meer in mijn mond. Blech. Robin is het Bjern. Met twee B's. Dubbel B. Daarom zeg ik ook Bjern in plaats van Bjorn. Om te laten voelen hoe het is om je naam verkeerd uit te spreken. Het gesprek getypt hebben. Maar te spreken. Ja, lekker Nederlands. Oké, we stoppen zo met de stream. Schat, ik heb het team. Dat ruikt lekker. Top, maar ja, later. Ja, dat ja. Kom nog een fire range. Daar is het sowieso druk. Jee. Oké, ik ga er goed voor zitten. Ik let niet op de chat. Au, mijn rug. En fire range. Hier, dat is goed. En, yep, ben gewoon nog actief in grafische sector en ICT enzovoort. Doe dit niet fulltime als je dat bedoelt. Ik kan ook absoluut niet. Ik kun echt niet van leven. Niet met de aantallen die ik heb tenminste. Ik zou... kan wel. Het is fucking druk. Het is hier heel druk. Geef me die fucking shotgun. Dit oppakt me nu zo kut. Oh, de paladin sniper. Leuk. Geef me eerst die shotgun maar. Armor, backpack. Ik wil deze shotgun. Wacht, yes, ik heb een SMG. Oh, fucking hell. Ik ga er onderdoor. Zit hier iemand zelf bij mij? Weet je? Ik heb hem dat. Was, ja, Shanty guy die daar schoot. Dat was. Ik had die shotgun of die sniper en hij stond op die trap te wachten. Ah ja, die is dat. Ik zal zo eens kijken. Ik kijk nu wel, ik ga toch zo dood. Het is het moment om even te kijken net in de zijn plantenbakjes. Oh ja, ja, dat was, waren degenen die ik mij ook deels herinner. Die zijn inderdaad super kut. Even kijken waar mensen zijn hier. Yes, ik heb een wapen, Maddox. Waarom heeft deze shotgun dan 4 slot? Oh, wow, wow. Fucking hell, pak de wapen op. Wat? Oh, wow, zit daar een gat in? Fuck off. Dat heb ik niet eens gezien. Ik werd opeens in mijn rug hit. Ik had niet eens gezien dat daar een klotzak zat. You gotta be kidding me. Ik ken de... Ik kom hier vrijwel nooit en ik weet niet waar alle sneaky gaten zitten. Ik ken de map wel natuurlijk van de oude kots, maar... wat die actual fuck zit daar een gat in? Zo hoog ook. Ja, die klotzak is niet uit. Net call. Supply drop incoming. Ja, maar er is nog een klotzak. Sit rep. Circle collapse imminent. Creepy. Staat er ook een bij de deur. Wacht in. Ja. Dat was niet de bitch die mij killed, denk ik. Tenzij dat hij een paladin heeft. Oh nee, die ene guy die jij killed, die heb ik als mop. Oh.
I'm sad. Ik vind dat zo'n bullshit. Wil je eens teruggaan naar de gok? Welke gok was er? Ik weet niet. Welke gok? Dat was verder naar links. Lange stream, yes. Ja. Ik had alleen maar zagrijnig. Ik had alleen die shotgun en die sniper. Dat was sowieso al een kut. Zeg maar dan. Achter je. Oké. Lange stream, geen kutfeest. Normaal zou je blij zijn met de paladin, maar ja, dan is het wel fijn dat je een tweede fatsoenlijk wapen hebt. Nice. Ik ben net dood, Damien. Ik typte naar je terwijl ik bezig was, dus. Valt nog mee. Toen ik nog levend was. Alleen nu, dat laatste typte ik naar je toen ik dood was. Je hebt je subbedje nog. 9 minuten. Geniet ervan. Oh ja, dat gebouw, hè. Recht voor je neus. Ik? Weet ik niet zeker. Nee, niet die. Die andere dan. Die daar. Dat gebouw. Die groene, links. Ja, goed. Deze. Ja, hier, daar ben ik doodgaan. Dit is mijn bag. Hey, spawn. Daarboven dus, die kutruit. Die had ik niet gezien. Want ik zat naar beneden te kijken, omdat er loot lag. Maar daar is dus de manier waarop die dude naar binnen kwam en mij killde. Ah, die is heel smerig. Dat is echt zo lelijk. Ook een sniper scope, anders neem ik dat ding mee. Nee, die heb ik niet. Er zit een stand dat de sniper scope op het vallen in, hè? Nee. Ja. Oh nee, laat maar. Nee, dat is alleen een paladin uit de case. Dus ik had geen sniper scope. Maar neem hem gewoon mee, we gaan no scopen. Fuck it. Ja, is goed, Damien. Laat eens. Wel lichaam loopt nou weer. Die is nou weg. Die is goed, daar ben je overheen gelopen. Oh, for fuck's sake. Ja, dit is goed. Kill jezelf. Dank u. Ren gewoon door de map heen naar iets. Weet ik het wat. Had ik een goede zone ook. Ik had meer fights aan kunnen gaan als ik niet die fucking shotgun had. Of die sniper, één van de twee. Je kan het zo zelf opleggen. Misschien wel als je een grapple hook hebt. Die heb ik niet. Dan gaat het niet. Ik dacht heel eventjes dat ja, dat is niet wat ik ook. Dan ooit echt kapot gaan doen wat de gamer gewoon dood hebben. Wow, ik had het gewoon afgeduwd. Blackout is gewoon de map van Black Ops 1, Black Ops 2 bij elkaar gepropt. Dat klopt, joh. Dat is correct. Hey, bro. No. Never mind. Oké. Ik kan niet zien hoeveel match je hebt eigenlijk. Negen first aids. En Damien is al lang weg, Epic Monsters. Ik weet niet of ik morgen stream, ik denk niks, Bjorn. Ik denk dat ik een dagje niet stream. En dan dinsdag denk ik Rainbow doen. De verlegen game komt 12 oktober uit, Vital. Blik of stream. Koppen 4 stream of gewoon een normaal rank? Gewoon normaal ranks. Yeah. Kijken of het daarin beter gaat. Klim hier naar boven. Ga terug. Tilo op.
Ga, klim de silo op. Domme. Je hebt al je 2 trauma kits. Ik weet of het überhaupt kan. Nee, want er zat wel een ladder in me. Ja, ik wil niet. Dat moet. Dat is echt een kutplek eigenlijk. Waarom zou je hier... Kun je erin? Nee, zeker. Waarom zou je hier bovenop gaan staan? Hoe... Wat, waarom in vreesnaam? Nee. Alleen om rond te kijken, I guess. Kan niet klonen. Kijken of ik kom zwemmen. Ik heb een kast hekel aan die bullet drop. Het is wel goed op zich, maar... Ja, maar ik heb er echt een hekel aan. Jij hebt geen armor, toch? Nee. Nee. Hebben we niet eens kapot geschoten. Bij mij had je al geen armor. Call Billy. Nice. Hey, kijk, ja, een kutgat. Echt... Oh, hieronder kun je nog langs. Wauw. De manieren waarop je hier naar binnen kunt. Dit is echt een kutplek, hoor. Dat was level 2 armor van de ene guy die ik had gekillt. Ah, oké. Okay. Ja, die had ik helemaal de tering ingeschoten. Toen was ik echt armor die binnen 1 schot kapot was. Maar. Mijn armor die was al kapot. Dus nou, armor heeft wel een durability, zo het schijnt. Dus ook al heb je armor 2 en je bent iets beschoten, dan is het beter om armor te swappen mocht je dat hebben, zeg maar. Want er zit wel daadwerkelijk durability op. Alleen je kunt die dus niet zien, wat echt heel dom is. Ja, je kan het wel zien aan de afbeelding. Maar wel? Er is niet echt een streep, een balk. Ja, je kan het zien aan de afbeelding. Mm-hmm. Maar dan weet je niet, je kan niet echt precies weten van oké, okay, die is nu binnen 1 kogel kapot. Daarom heb ik liever gewoon een balkje staan. Ja. Daarom. Bijvoorbeeld een balkje gewoon onderaan. Dus gewoon dat laat zien hoeveel klappen je armen aan kan. Of gewoon de armor, dat die armor weggaat, zomaar. Als balkje zijn. Dat die gewoon naar beneden wegzakt. Whatever. Ja, dat natuurlijk juist. Maar in ieder geval een duidelijk indicator. Nou, ja, ze hebben nog even tijd om zulke dingen te fixen, dat is punt. Ja, is het toch een beta, dus. Betertje is gemaakt om aan het einde te zeggen van hier, dit en dat. Yep, om dingen te testen. Fix. En te fixen. Fix het. Fix je shit. Is al geluid, want ze hebben armen laten liggen. Ik bedoel, kogels. Ja. Ga er doorheen. Ik ga die truck mee pakken. Nee. Jawel. Ik ga liever te voet als er weinig mensen hebben zijn, want... Nee. Veel leuker. Die truck zie je van 10 kilometer afstand moet. Daarom, dus dan weten ze niet waar je bent. Want het klinkt overal in de hele cirkel. Ja, maar je ziet echt wel zo'n groot... Dat hadden we moeten proberen. We hadden dat monster moeten aanrijden met de truck. Eerst naar buiten de cemetery lokken en dan aanrijden met een voertuig. Ik weet niet echt. Dat is een goed plan. Ik vind dat een bijster goed plan. Nee. Jawel. Dat is een heel goed plan. Nee. Wie is het met me eens dat dat een goed plan is? Die bos bij de cemetery aanrijden met de truck. Kofumboom. Kijk, Bjorn is het met me eens. Die vindt het een goed plan. Ga je lekker in de construction site? Dat is een leuke plek, jongen. Dat is echt... Wow, fantastisch. Ik wil gewoon het allemaal gaan jatten en daarna gewoon weg. Het is echt gewoon een kutplek.
Ik haat die plek. Met een passie. Het is zo groot, zo open. Overal nergens kunnen mensen wegkomen. Gaan zitten, liggen in hoekjes. En, Nee, ik heb er eigenlijk ook een teststuk aan, maar ik moet gewoon armen jatten. Oh, trauma kit. Dat werkt niet, zo, nou, dat is een hek. Zit iemand? Wel? Ja, ik kom voetstap boven me. Heb je geen sensor dart? Ik kom mensen naast je. Ja, die zijn boven. Hmm. Zit ik echt precies boven me. Ze zijn met z'n tweeën, dus... Ik ben alsnog de vakkers in de boven komen. Ik heb geen armen. Je kunt een lift naar boven sturen. En dan zelf flanken. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Hello. Heeft deze mijn armor? Nee. Dat heeft hij niet. Hello. Waar zijn zij? Ik wil alleen hallo zeggen. Supply drop incoming. Dat moet ook, ze moeten meerdere en ze moeten veel dingen fixen. Ik ben hier helemaal nog nooit geweest, what the fuck? Wat? Nee. Ik ben hier werkelijk nog niet geweest met die vooringang. Ik ben in constructie een paar keer geweest, maar meestal ging ik al dood. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb geen idee waar ze zijn. Dat kun ik niet. Waarschijnlijk gewoon wegrent. Met de lift. En nergens ligt armor. Hmm. Hoe gaat het met de onkruidwieden, Dennis? Lukt een beetje. Kiekeboe. Ik vraag me af of zo'n bos er ook wel achter kwam. Je hebt een motor of maar. Ik weet niet of die hier. Ja, nog een trauma kit. Weet ik. Kijk of we kogels hebben. Mhm. Meh, kut. Oké. Okay. Hij is al revived, 100%. Hij ligt nu prone om hem te reviven. Dat weten we allebei. Want die met die 2 seconden healing shit hierin. Ik vind dat zo kut. Het is echt iets dat we nog fixen. Team? Een maatje leven, dit is zo lelijk. Hij is nou weer gerend waarschijnlijk naar zijn maatje. Dan we rennen nu weg naar zijn maatje. Je kunt hem niet hitten. Want hij ligt prone. Dan revived hij zijn maatje weer. Die is al lang gerevived. Terwijl ik zeg, hij revived zijn maatje. Dat duurt langer om te zeggen dan dat het voor hem duurt om zijn maatje te reviven. En nou hebben ze allebei 50 HP's. Heal even. En dan ben je zo meteen fucked. Eentje zit links. Dit is... Dat moet ze echt fixen. Die revive time is echt... Oh. Pak je trauma kit. Ja, die is in ieder geval niet weg. Ah. Nu nog steeds? Waarschijnlijk heb je te veel healing. Dan moet je hem equippen via de inventory scherm. Dat is echt het meest achterlijke in de hele fucking game. Maar dat had ik dus net ook. Aha. Hij gaat zijn maatje weer reviven. Je kunt ze net niet hitten. Hey, déjà vu. Du. Dat valt mij. Je hebt geluk. Oh, wat? Ik dacht dat ik die was. Dit was toch die was? Ja. Er zijn 3 mensen. Je kunt hierin zitten. Gewoon wachten, campen. Maar je hebt al lekkere kills, moet ik zeggen. Ik heb 7. Dat zijn eigenlijk wel puntjes. Ja, je hebt mijn puntje. Ja, dat werkt niet. Daar hebben we ook al geprobeerd. Ik weet niet in de boom. Wow. Gaan trainen. Dat werkt zo. Wat moet dit vinden? Gravel gun. Nee, dat is toch wel die tanken dan. Pronk. Ja hoor, alles wat prima. Oh. Zo. Lukt het?
when he can't shoot. Die dus er ergens zijn. Ja. Ja, geen zin in. Gewoon snel erboven, geen boom in. Stop er. Wees lief. Iemand heeft iemand anders opgeblazen. Een hatter. Oh! Ja. Waar kom jij ineens vanaf? Vanaf een, weet ik niet. Ik kan nou als goed is mijn killcam nog steeds zien. Ja, yep, daar waren die lui daar. Ze kwamen er omheen gerend. Eentje kwam via rechts. Hij wist in principe niet dat ik binnen was. Dat was de gast die met jou schoot. Ja, yep, en deze duurt het maar, Git. En had ik. Ik had zo weinig HP. Achter de boom. What the fuck doe je daar? Kut, joh. Zoek een leven. Please. Ik denk niet level 10, Bjorn. Maar, zult zien. Nee, één fucking punt, Bjorn. Eén punt. Dat komt omdat ik geen kill had. Dus ik ben bijna level 10. Ik wil nog eentje. Eén match. En dan een kill. Dat was echt lelijk. Het punt is gewoon... Ik had net kut loot. Of nee, het was op zich goede loot. Maar niet voor de situatie en de locatie. Dus dat is gewoon kut. Anders had ik hem misschien wel kunnen killen, maar... Ik vond het wel raar dat die mensen met z'n drieën waren en ze schoten niet op elkaar. Ik moest ze alle drie bij, daar bij Construction Site, dus okay. Ze alle drie knokken. Dus dat vond ik ook wel raar. Ben thuis geslapen, is goed, Bjorn. Ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen bij de verjaardag. Wel jammer dat je nou niet blijft wachten tot ik level 10 ben. Ja, dat is niet echt. Val mij tegen dit. Zodat ik nog een jaar op mijn telefoon zou hebben geslapen. Perfect. Je ouders dat weten, hè? Grapje. Grapje. Ik denk niet dat je ouders kijken. Waar gaat de reis naartoe? Als je er één kill wilt, moet je eigenlijk. Ah, geen zin, ik ben het meest. Nee, het zou niet zo lang duren. Als ik hier één kill kan krijgen op Johan, dan zijn we er. Ja. Maar... Streamt dat. Ik weet niet. Het gaat vandaag niet helemaal van net. Aan het einde van de stream van Dennis ging het ook niet geweldig, maar... Naar fabeltjes, land, precies. We hebben die bols niet kunnen killen, maar... Wel, gezien. Wat, hè? Van die bols dat we niet hebben kunnen killen, maar wel... zien. Ja. Jammer. Wel, een beetje kut dat dat ding 83 magazijnen nodig heeft voor een dood. Ja, dat is gewoon belachelijk. Ik heb in ieder geval een suppressor. Nu nog een wapen dat erbij hoort. Een combat axe. Ik heb hier mensen bij mij. Ik heb ik heb je nat. Boom! Fucking kogel dat je kop, maar dat overleef je alsnog. Je kneden hier dan. Au! Zijn vriendje! Die is boos op mij. Dat is minder. En hij heeft armor en ik niet. Hij focust mij ook echt meteen. Hij shit mij meteen. Hij blijft doorsprayen op mij. Waar? Jezus Christus. Ik heb geen idee welke hij is. VDH26 heeft €2 gedoneerd. Hi Patrick, ik wil even zeggen dat je een geweldige streamer bent. Ga mensen zo door. Oh, en dan nog een fijne jaarwisseling, smiley. Maar komt goed. Super, bedankt Stijn voor je donatie van €2. Fijn om te horen dat je mijn geweldige streamer vindt. En jij ook alvast een fijne jaarwisseling. Als die mensen naar me toe komen. Heel veel mensen weten niet dat hier een ruitje zit. Dus dan kun je mensen in hun rug hitten. Wat leuk. Dat ik de deur nou even dicht doe. Oh.
Ik ben helemaal vergeten. Oh, hier beneden, beneden. Ja, nee, dat zijn mijn mashmines. Maar ja. Zo de tering. Yes. Ik moest eerst reloaden, mijn wapen was op. Holy fuck, ik schrok met de pleuris. Er zijn mensen die wel weten dat er een ruit zit blijkbaar. Hij sprong gewoon... Je kon hem niet eens zien in principe. Hij sprong gewoon van boven zo op. Wop, van beneden naar boven. Dat heb ik gezien in de killcam. Hoe de fuck kwam hij daar naar boven? Wat deed hij netjes? Dat was echt een paniekmomentje. Je bent nog steeds level 9 van mij. Ja, nee, maar dat duurt even. Dat kan wel goed. Ik schrok me. Ja, ik schrok me ook een pleurs. Zo, de tering. Dat was leuk. Ahem. Als goed ben ik. Zijn maatje die. Ja, ik zijn maatje die je verschijnt. Zijn maatje die je verschijnt nu ook echt een best zeker van je. Hé, je moet eens kijken wat een mooie medaille dat is van level 10. Poeh. Oh my god. Ik schrok me ook de plus. Al zo geweldig. Nou ja, prachtig afsluiten van de stream. Hé, ik ben level 10. Het ging niet als de best. Dat gebeurt af en toe. Morgen stream ik denk ik niet. Even een rustdagje. Dinsdag ben ik er denk ik weer met Rainbow Six Siege Ranked. En voor de rest van de week en de week erop moeten we even kijken hoe en wat. Zoals ik zei, vanaf de 25e gaan we sowieso wel live met Hollow Knight. Met Life is Strange, Forza Horizon 4, Dan Assassin's Creed Odyssey, Black Ops 4. Er komt van alles nog wat aan, Red Dead erachteraan. Dan komt er heel veel aan. Het is puur de aankomende week dat een beetje kijken is hoe en wat. Dus dat zul je vanzelf zien. Het kan zijn dat ik iets meer dagen even vrij afneem. En zelfs een keer met Kingdom Hearts verder ga. En Platinum half op Tomb Raider en de rest. Dus misschien dat ik dat wel doe. We kijken wel. Hou in ieder geval Twitter in de gaten daarvoor. Iedereen bedankt voor het kijken. En Senna, bedankt voor meedoen. Koen, bedankt voor meedoen. De enige twee subs die ook mee wilde doen. Het is echt sad tegenwoordig. Maar doe maar. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Dat is het belangrijkste. En tot dinsdag dan. Later dus. Papa.